En dat was, ja, dat was wel het programma waarvan ik zeg maar van kleins van al van droomde om dat te kunnen maken. Ik heb nu het allerleukste gedaan bij de radio dat er maar zou kunnen, gemaakt worden. Dus wat moet ik hierna dan nog gaan doen? Ik zou hier nog zo 10 jaar mee door kunnen gaan. Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met in elke aflevering een gast uit de radio- of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. In deze laatste aflevering van seizoen 3 van The Broadcast hebben we een man te gast. Geboren op 14 juni 1974 in het altijd bruisende Emmeloord. Van jongs af aan al geïnteresseerd in radio en tv. Waar kan je dan beter de kneepjes van het vak leren als bij het legendarische merk Veronica? Dat deed hij dan ook en dat was meteen de start van zijn rijke radio- en tv-carrière die tot op de dag van vandaag nog volop in beweging is. Want wat heet, hij maakt je elke morgen wakker samen met zijn partner in crime Jan-Willem Roodbeen op NPO Radio 2. We gaan met hem spreken over zijn begintijd bij Veronica en zijn huidige werkzaamheden voor NPO Radio 2 en natuurlijk alles wat daartussen zit en... Geloof me, dat is heel wat. Veronica FM, 3FM, Urin FM, Cas en Q Music. Onze gast is ook regelmatig te zien op tv als bijvoorbeeld presentator, deskundige of als kandidaat. Deze man heeft alles gedaan. Te gast zijn in de broadcast kan hij na vandaag ook van zijn lijstje schrappen. Broadcastvrienden, te gast in deze aflevering niemand minder dan Jeroen Kijkendevechten. Dag mannen. Ja. Hallo. Jeroen, wat een gloedvol intro show. Ja, nou ja, we willen eigenlijk zeggen welkom, maar dat kan jij natuurlijk beter tegen ons zeggen. Want we zitten in het NPO Radio 2 gebouw, of het NPO gebouw eigenlijk. Hè? Ja. Net een kleine rondleiding hier gehad. Ja. Leuk te zien waar jij elke dag zit. Ja, grappig. Jullie waren hier nog nooit geweest. Nou, ik dacht dat jullie zijn zulke doorgewinterde broadcastgasten dat je hier wel eens, dat je dit wel eens gezien hebt. Ja, we waren natuurlijk in heel veel vergaderzalen geweest en zo, waar we dan mogen opbouwen. Maar we waren nog niet voorbij de andere deur geweest. Dus het is leuk om in ieder geval even naar te kijken. Maar dan zit je weer in een vergaderzaal. Dit is waar wij elke ochtend om 5:30 bij elkaar komen om de uitzending door te nemen. Ja, leuk. Deze ruimte. Maar deze heeft wel iets meer sfeer dan beneden, moet ik eerlijk zeggen. Hij is ook niet zo groot als die zalen beneden hier bij de NPO. Nou ja. Ja, Jeroen, straks dus jouw rijke medialoopbaan die we gaan doorlopen. Maar we zijn eerst altijd benieuwd wat je nou zou zijn geworden als je niet in die mediawereld was beland. Nou heb ik wel vanaf kleins af aan altijd al zeg maar, dit werk willen doen. Maar mijn ouders waren ook wel realistisch ingesteld. En die hebben ook altijd wel gezegd van bereid je er nou ook op voor dat dat eventueel niet lukt. Dus toen ik volgens mij 1 of 2 keer uitgeloot was voor journalistiek, wat ik had bedacht als mijn pad naar radio en televisie toe. Toen heb ik mij ingeschreven voor de PABO in Zwolle, de katholieke PABO, om leerkracht basisonderwijs te worden. Dus dat was eigenlijk mijn reservepad. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat als het zeg maar helemaal niks geworden was in deze business, dat ik dat was gaan doen. Dat leek me wel echt heel erg leuk. Het hoefde niet, want uiteindelijk ben je dat vak gewoon ingerold natuurlijk. Ja, 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 maar op een gegeven moment had ik een keuze inderdaad. En toen werd ik wel ingeloten op de School van Journalistiek in Zwolle. En toen heb ik de PABO vriendelijk afgebeld. Afgebeld, ja, ja precies. Ja. Nou ja, en dan, misschien is dat ook uiteindelijk maar hartstikke goed. In ieder geval voor het publiek, voor ons en voor jou toch, denk ik. Ja, anders hadden we je niet... Dat mag jij zeggen, ja. Nee, ik ben er blij mee. Dat snap ik. Ja. Ja, hoe is die liefde voor... Hè? Je zei net al van dat eigenlijk van jongs af aan al wel. Maar die liefde voor radio en misschien ook wel tv. Ontstaan? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag, omdat dat natuurlijk iets heel atypisch was. Omdat toen ik klein was, ik eigenlijk dacht dat iedereen vindt radio en televisie natuurlijk mateloos fascinerend en geweldig. En gaandeweg kom je erachter dat dat helemaal niet per se zo is. Want andere vriendjes vinden voetbal heel gaaf. En dat dacht ik even, nou, ik snap er niks van. Ja. Maar dat is eigenlijk al vanaf kleins af aan geweest dat ik dat heel interessant vond. En ook niet eens per se door mijn ouders gevoed. Wel in de zin van dat radio was er altijd. Stond altijd wel bij ons thuis aan. En dat ik denk die wereld heel fascinerend vond. Dat ik dacht van, oh ja, maar dat is de plek waar alles gebeurt. Waar alles bij elkaar komt. Dus alles wat er gebeurt in nieuws en muziek en entertainment en een lach en een tranen. Dat gebeurt allemaal daar. Dus hoe gaaf zou het zijn om daar onderdeel van te zijn. Om daar rond te kunnen lopen. Ja, en je zei in de radio stond altijd aan. Waren er dan ook al voorbeelden of zo van mensen waar je naar luisterde? Je dacht van, daarom wil ik dat ook bijvoorbeeld? Of? Toen ik klein was, ach jongens, nou dan krijg je die hele riedel van mensen van mijn leeftijd, van programma's die ik natuurlijk te gek vond in die tijd. Dat begon toen ik heel klein was met de Code Boswachtershow op zondagochtend op Hilversum 3. Mijn lief kanarietje,
fluit soms een melodietje van sol, la, sol, mi, do, re, do. Dan buigt hij zijn kopje en drukt hij op het knopje voor de code boswachtersjong. En later de Dik voor Mekaar show, dat vond ik echt fantastisch. Dat was echt wel, dat was op zaterdagmiddag altijd dat programma luisteren. Het is weer zaterdag, Dik voor Mekaar show. En dan rende ik naar mijn neefjes, want die hadden een cassette recorder. En dan wilde ik ook Dik voor Mekaar show spelen. Oh, ja. En dat eigenlijk nadoen. En dat, weet je, maar dan ga je natuurlijk denk ik al, zelfs als kind al heel... analyserend luisteren van... Ja. Maar hoe hebben ze dit gemaakt? Hoe kan je ervoor zorgen dat je dat bereikt? Dat effect met geluid en geluidjes over geluidjes... en stemmetjes over stemmetjes. Ja. We hebben een tram eerder. Oh, vinden we het interessant? Ik dacht het niet. Hè? Nou, daar zijn we alweer. Hè? U voelt wel, hè? En datzelfde had ik later met bijvoorbeeld ook de programma's van Peter van Brugge... die ik echt fantastisch vond. Maar dat is een heel andere manier. Maar die man die kan zo fantastisch beeldend eigenlijk films maken op de radio. En dat ik echt soms met tranen in mijn ogen zo geraakt was... ik door een verhaal daarna kon luisteren. Maar ook een programma als Ron Flon Flon met Jacques Plafond in de jaren 90. Jaren 80, jaren 90. Ja, dat vond ik ook zoiets magisch. Dat ik denk, jeetje, hoe is het mogelijk? Ja. Ja. Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Vanmiddag met onder meer en onder andere... Wilhelmina Kutje, Willem Brodel, de Nits, de Dutch, de Noodweer, de Security, de Wedding... en de VOF en de Secret Sounds. Lia Doorbraak, John Vermaas als producent... Motel Schaambergen, Puzzels, Prijzen en Bandjes. Ja, mag ik even nu? Luisteraars, nou ja, goedemiddag en welkom bij de 7e aflevering alweer van Ron Flon Flon met mij. Ja, dat zijn wel mijn grote radioschool geweest als toen ik klein was. Ja, nou ja, het zijn niet de minste natuurlijk. Dus dat is wel leuk dat je dat gebruikt. Ja, dingen uit Dik voor Mekaar show, die hoorde je misschien ook wel weer terug. Zeker in de jaren 90 bij Ruud bijvoorbeeld, toch? Als je met de chaos eigenlijk een beetje... Daar gaan we het straks nog over hebben, hoor. Maar dat toch? Misschien als je daar wel ergens een beetje de... Ja, natuurlijk. Kijk, uiteindelijk... Je slaat, tenminste, ik heb al die dingen opgeslagen en er zijn altijd momenten. En ik heb niet per se één in de Dik voor Mekaar show of zo dat ik dacht van dat wil ik gaan maken. Dat had ik met een Ron Flon Flon met Jacques Plafond veel meer. Maar ik denk dat gewoon zo werkt in een mensenbrein. Ik sla dat allemaal op. En er komt een moment dat het ineens van pas komt. Dat je ineens denkt, oh ja, maar als ik het sowieso doe... Zoals André van Duin dat toen deed... of zoals Wim T. Schippers dat toen deed... dan misschien werkt dat wel. Ja. Zo is het een beetje gegaan. Leuk. Maar goed, ik heb in die zin ook wel naar de Jeroen van Inkels... en de Lex Hardings en dat soort mensen geluisterd. En natuurlijk ook heel veel dingen van geleerd. Ja. En bewondering voor gehad. Dus het is eigenlijk in die zin een soort grote soep... waarin al die dingen bij elkaar komen. En nou ja. Ja, en dan eigenlijk een soort van je eigen stijl ontwikkeld. Precies. Daardoor ook. Ja, dus, ja. Nou ja, leuk. Zullen we naar Veronica en Veronica FM gaan? Ja. De broadcast. Want je, nou ja, de school van journalistiek niet. Maar wel een andere kans om de kneepjes van het vak te leren. Ja. Bij Club Veronica. Voor de mensen die het niet kennen. Wat was Club Veronica en hoe ben je daar uiteindelijk beland? Club Veronica was een onderdeel. Je had in... dat is in de jaren 70 opgericht. En de jaren 80 en 90 de gloriedagen beleefde publieke omroep Veronica. Dus dat heeft niks te maken met wat nu Veronica is. Maar die omroep was een onderdeel van het publieke bestel. En daarbinnen was een soort jongerenafdeling... waarbij jonge mensen, middelbare scholieren... De kans werd geboden om radio en televisie... en geschreven een blad te maken. Om op die manier natuurlijk van binnenuit talenten op te leiden... die dan later uit konden stromen naar het bedrijf... wat ook heel veel gebeurd is. En ja, heel stom. Het was september 1992. Ik weet het nog goed. Er stond een advertentie in de Veronica-gids die wij thuis hadden. Van we zoeken mensen voor Club Veronica. En ik dacht, nou ja, weet je, dat wil iedereen wel. Maar ja, als ik geen brief schrijf, dan weet ik zeker dat het niet lukt. Dus ik die brief geschreven. En een paar weken later lag er op zaterdagochtend, ik weet het nog goed. Mijn moeder komt mijn slaapkamer binnen. Volgens mij was ik 17. Komt mijn slaapkamer binnen met een envelop van Veronica. Weet je, met dat oude logo er nog op. Ja. Oh, Jeroen, er is post voor je.
En ik zei, oh nee. Ik had er helemaal niet meer aan gedacht. Ik had er helemaal nergens op gerekend. En toen stond erin, we willen graag dat je langskomt. We willen kennis maken. Ik dacht, nee, ik moet daar heel goed toe. Nou ja, en toen ben ik nooit meer weggegaan. Nee. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, gelukkig maar. Ja. Maar je was ook niet de enige die Club Veronica heeft gevolgd, als ik het zo mag, of mag zeggen. Oh, ja. Anita Witsier, Peter van der Vorst, Daphne Dekkers, Bart Ettenkoven. Ja. Is dat toeval of was het ook wel gewoon echt een goede leerschool? Nou ja, wat ik er heel goed aan heb gevonden is, ik denk daar met ontzettend veel plezier aan terug. Omdat het voor mij ook het moment was dat ik vanuit mijn eigen fantasiewereld op mijn slaapkamer, waar ik radiootje speelde en bedacht dat ik al lang natuurlijk in Hilversum aan het werk was. dat ik ineens echt in Hilversum terecht kwam. Maar ook ontdekte dat er heel veel mensen van mijn leeftijd waren in die tijd, waar ik ineens een hele goede klik mee had. Ik dacht, oh, maar jullie zijn net zoals ik. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. En daar zijn ook vriendschappen voor het leven beklonken. Ja. En dat was heel fijn. En de kans die wij kregen bij Veronica, wij werden tenminste in mijn lichting gewoon dat gebouw ingeschopt. Zo van, succes ermee. En hier heb je de sleutel van de studio. En Ga het maar doen. Ja, dat was dan nu wel iets anders ook, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik wens het jonge mensen heel erg toe dat je op die manier die kans krijgt. Misschien dat daardoor ook. En wij werden ook heel veel gebruikt, misbruikt voor allerlei televisieprogramma's ook die in het grote bereik werden uitgezonden om daar kleine dingetjes te doen, een klein dingetje op te nemen of te helpen. Waardoor je natuurlijk heel erg ik mijn plek heb gevonden daar. Ja, want we gaan zo even de sprong maken naar Jens in de Ochtend, waar je bij zat. Ja. Maar ik las ook inderdaad dat je voor Countdown dingen hebt gedaan, maar ook Now TV, Telekids. Wat waren je werkzaamheden daarvoor dan? Nou, dat was een beetje toen. Veronica is tot 1995 een publieke omroep geweest. En daar binnen zo'n organisatie heb je dan waarschijnlijk, ik kan me voorstellen dat het heel veel geld kost om dat allemaal in stand te houden. En dat op een gegeven moment toen dat een commercieel bedrijf werd, dat ze dachten van nou, misschien is dit niet meer zo lucratief en rendabel om te doen. Dus er werd die hele afdeling opgedoekt. Waardoor een hele club mensen beschikbaar kwam om andere dingen te gaan doen in dat bedrijf. En veel mensen vanuit Club Veronica gingen door met die jongerenprogramma's voor televisie. Dus Now TV met Danny Rook. En dat was dezelfde afdeling als waar Telekids met Carl en Irene ook gemaakt werd. Dus ja, daar deed ik redactiedingen en productiedingen. En dat hebben we een paar jaar gedaan. En dat was heel erg leuk, omdat je toch weer met dezelfde mensen zat. Ja. En met dezelfde geest. Dagen gemaakt tot 11 uur, 12 uur 's avonds op kantoor zitten en dingen monteren en draaiboeken maken, teksten schrijven. Maar wel tv-kant dus weer. Ja, dat was omdat het zo ging. En omdat daar ook de mensen uiteindelijk naartoe stroomden die ik al kende. Dus dat was gewoon prettig, want dan hoef je ook niet heel erg te wennen. Maar radio is wel altijd, ook toen, mijn grote liefde gebleven. Want in diezelfde tijd kwam natuurlijk ook een Robert Jensen bij Veronica. En die mensen hadden, dat was al eerder zelfs. Maar die mensen hadden vrij snel in de gaten dat ik allerlei dingen maakte en monteerde en deed. Dus dat is altijd doorgelopen, ook met televisie. Misschien dat daar ook die lange dagen vandaan kwamen. Als ik een dag redactie had gedaan, dat we bij Veronica op het Lapersveld de studio indoken in de kelder met Jensen erbij. En dan gingen we daar weer eindeloos jingles en vormgeving maken. Ja, mooi, hè? Ja. Lapersveld. Ik gooi hem even heel casual in. Ik weet wat dat doet, die naam bij Radio Nerds. En ik dat zelf ook nog. Ik doe dat nog wel eens één keer in de zoveel jaar. Ik stiekem even voorbij dat gebouw rijden. En toch even denk van, oh ja, wat een lelijk gebouw was het eigenlijk. En wat hebben we hier een lol gehad. Ja, want hoe was die studio? Dat vragen we. Hebben ook al Rick Romeijn gevraagd bijvoorbeeld. En die was lyrisch erover. Dennis Ruijer ook. Die zei van, nou, het was het geluid van God wat je daar hoorde. Qua processing en zo. Ja, dat is waar. Dat was een kast. Je had dat hok boven de ingang, Studio 3 was dat. En ik moet zeggen dat ik daar zelf eigenlijk niet zo heel veel gewerkt heb, hoor. Maar af en toe wel. En die stond eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd leeg. Want je kan je nu bij een radiostation niks bij voorstellen. Maar daar werd 1 uur per dag uitgezonden. En op zaterdag de hele dag. Dus ja, op woensdagochtend om 11 uur kon je daar gewoon binnenwandelen. En dat deed ik ook wel eens. En dan ging ik daar gewoon een beetje te freaken. En dan had je zo'n steekveld met die kabels in. Dan kon je de processing aanzetten. Nou, echt waar. Dat was op je kop, dat was eigenlijk niet te doen. Dat was verschrikkelijk. Zo, maar op zender klonk het fantastisch. Ja. We blijven een beetje in die tijd. Je zei het net al. Je schoof aan bij Jens in de Ochtend. Naast Jan Paparazzi, Edwin Ouwehand. En al jouw alter ego's. Gerard, Katja, Bea. En ook Jan de geile gedichten voorlezen. In een krappe 5 minuten, Jens in de Ochtend. Robert Jensen, Veronica. Robert Jensen, Veronica.
Jeroen Kijken de Vechten. Veronica en Afratje. Je hoort dat Jeroen deze opener gemaakt heeft, want zijn naam zit erin. Voluit zelfs. Voluit Jeroen Kijken de Vechten. Nog net niet uit niet te vechten. Maar er is het alles in. Veronica FM. Vier berichten. Luister maar. Hier is Paul Spits maar weer. En ik ben hier vandaag in... Was er muziekje gebleven? Oh. In het Friese dorpje Alke Haske was er iets heel leuks op een dag. Namelijk een weiland verdeeld in 24 vakjes. En dan laten ze een koe overheen lopen. En dan moet je gaan wedden op welk vakje de koe gaat poepen. Nou, ik heb ook vakje 12 gewed. Dames en heren, graag uw aandacht voor Katja's filmrecensie. Oké, nou wat is de recensie van vanochtend van jou, Katja? Ik heb een hele vreemde film gezien. Wat dan? Hoe heet die nou weer? Ging over de oorlog. Ja. Red Tin Line. Nee, de Thin Red Line, ja. Red Tin Line. Ja. Dat is wel grappig. Ik moet zo lachen. Ja. Waren best wel hele aantrekkelijke mannen. Ja. Met uniformen aan. Ja. We zaten daar laatst over te praten dat jij een soort antipathie hebt tegen homobarren. Je hebt maar geen antipathie tegen homobarren. Jij had een soort raar verknipt beeld. Dat is niet leuk. Nee, maar dat is het. Jij had een soort raar verknipt beeld van dat er mannen in leer en petten en kettingen op een hoge kruk zitten. Met een die barren zijn er wel. Die barren zijn natuurlijk absoluut. Natuurlijk zijn die barren er, maar jij stelt ze voor dat het overal zo is. En toen ik zeg alleen dat ik de sfeer niet leuk vind in homobarren. Nou... Dat is natuurlijk, dat ligt er heel erg aan waar je komt. Nee, is het, iedere gaybar is dat zo. Kale 50-plusser met een baard. Ja, en die staat aan te gapen. Ja. Ach, nieuw vlees binnen. Ja, het moet je humor zijn. Ja, ik vind, net zoals ik ga ook niet naar een bar met alleen maar vieze, dikke, gore wijven. Dat vind ik ook niet leuk. Ja, maar wat die vind ik seksueel ook niet aantrekkelijk. Dan geef je zelf al aan dat je er naartoe gaat vanwege de seksualiteit die daar. Nee, ik zeg dat ik als ik er naartoe ga, word ik geconfronteerd met de seksualiteit van die vieze mensen. Nee, maar waarom zou dat zo zijn? Ik bedoel, dan ben je waarschijnlijk in een paar barren geweest waar dat zo was. Nee, maar jij merkt het niet eens meer, Jeroen. Jij komt nee, bij, dat is helemaal jij niet discrimineert waar. Net zo. Nee, dat is helemaal niet waar. Hallo, Bea, bent u daar? Hallo? Bea? Hallo, Bea? Goedemorgen, meneer Jensen. Goedemorgen, waarom moest ik contact met u zoeken vandaag op deze woensdag? Ik zal het u zeggen. Heeft u, meneer Jensen, wellicht meer werkjes van de bijzonder getalenteerde zangeres Vanessa in uw bezit? Oh. Ik vind het een bijzonder charmante en uiterst talentvolle zangeres. Oké, kom maar op dan. Ik ben benieuwd hoe het heet deze keer. Het gedicht is getiteld... Jij. Wij zaten vast in de sneeuw. De tijd verstreek langzaam. Het leek wel een eeuw. Jij realiseerde je al snel. We vermaken onze best met het liefdespel. Ik was al lang blij dat we zo op die manier warm bleven. Maar het enige wat jij steeds zei... Welke naam zullen we het kind dat hieruit voortkomt geven? Na afloop bond ik een knoop in mijn kapotje en zei... Als hij hier nog uitkomen kan... Dan noemen we hem Hans Kazan. Oké. Opvallende naam. Dat was het gedicht voor vandaag, jij. Het was Robert. Dank je. Ik kan er weer vandoor. Tot de volgende keer. Oh. Wat show. Bent u daar nog? Nou, briljant radio toch dit? Ik kon niet kiezen. Het was zoveel leuke dingen. Wat grappig, joh. Dit is toch mooi. Ja. Ja. Jens in de ochtend. Ja, wat een tijd was dat toch? Ja, eentje. Oh, ik zit helemaal in die wereld weer. Ik moet even weer met beide benen op de grond komen. Ja, dat was me wat inderdaad. Dat was ook, ik heb ook ineens flashbacks als ik al deze dingen hoor naar hoe dat tot stand kwam. Want ik zat dan vaak tot 's avonds later nog dingen voor te schrijven. Hm. Ook voor Katja met die filmrecensie. Dat ik denk van, oh, je moet wel een beetje wat punchlines hebben om daarin te gooien. Dus en ik ben wat dat betreft echt... Ik werk het beste als ik onder druk sta. Dus dat ik denk van... Oh shit, ik moet morgenochtend moet ik presteren. Dus dan zat ik te laat nog te schrijven, ja. Wat mooi, ja. Het, kan je ons eens verder meenemen in deze tijd? Hoe ontstond bijvoorbeeld die samenwerking met Robert Jensen?
Nou ja, door dat ik vanuit Club Veronica al gewend was om gewoon vanuit het niks, of als ik ergens een muziekje hoorde van ik dacht, oh, ik kan ook wel even leuk een liedje bij maken of een jingle of een dingetje. Ja. En die gasten die daar rondliepen, dus ook Jeroen van Inkel en Stenders en Jensen, die hoorden dat dan ook. En die dachten, oh, dat is leuk, kunnen we het misschien wel gebruiken bij ons in het programma. Ja. Dus vandaar dat volgens mij Jensen toen vroeg, toen ik nog bij televisie werkte, van vind je het niet leuk om die dingen samen met mij te gaan maken of in te spreken of tekstjes te maken. Dus dat hebben wij gedaan. En daaruit is toen die samenwerking voortgekomen. Want toen deed Jensen in de avond of ja. Late night, weet ik veel hoe dat heette. En toen ging hij naar de middag, dus de middag drive time doen. Ja, natuurlijk. Ja. En toen vroeg hij aan mij van wil je niet bij mij komen werken 5 dagen in de week als sidekick? Ja. En ik dacht, wat is een sidekick? Want dat had je toen eigenlijk helemaal niet. Ja. Het was een heel erg iets dat hij uit Amerika had meegenomen. En ik dacht, ja, tuurlijk. Kijk, als ik van televisie weer naar radio kan. Heel graag, niet dat ik het niet naar mezelf bij tv, maar meer van radio is voor mij wel het ding. Ja. Dus dat hebben we toen gedaan. En zo is toen die samenwerking gekomen. Ja, leuk. Hoe was dat werken met Robert? Want ook als je dit hoort allemaal. Ja, dit hoor je niet meer op de radio natuurlijk. Nee. Hoe was dat? Ja, dat is ik. Jensen is in. Ik denk dat hij in die tijd zijn meest briljante tijd had als radiomaker. Ja. Omdat hij zo scherp was in überhaupt in dat programma te zitten. In dit soort dingetjes ook. Want wat ik net hoorde over zo'n gamebar. Ik hoorde ook mijn oprechte verbazing. Maar ik denk ook dat hij natuurlijk ook heeft gedacht van ik moet het even lekker dik aanzetten. Ja. Maar hij kan dat als geen ander. Ja. En zonder dat het heel erg vervelend of ongeloofwaardig wordt. En ook in interviews is hij altijd waanzinnig sterk. Ja. Ja, dat vond ik ook absoluut. Ja. Absoluut. Maar het is ook wel weer een andere tijd nu natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dit hoor je niet helemaal meer op die manier natuurlijk. Misschien om allerlei redenen. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ik vind het jammer dat hij... Want ik had wel het gevoel dat we wel ook in die samenwerking wel echt goud in handen hadden. We hadden natuurlijk de beperking van een heel beperkt FM-pakket in die tijd met 4 stations of zo. Ik geloof dat regio Rotterdam, dat was onze hardcore doelgroep. Maar dat was ook, als we dan eens in Rotterdam waren, nou dan was dat echt gelijk, werden van alle kanten besprongen bijna. Ja. Maar kijk, als dat landelijk op FM gezeten had en Jensen had het iets langer volgehouden dan die heeft gedaan, ja, dan had ik daar wel een... Denk ik wel dat er wat meer ingezeten had dan dat er uiteindelijk uitgekomen is. Want nu, wat er nu van over is, is voor mensen zoals wij en zoals jullie, weet je, van de echte radio-nerds, die weten dat nog. Ja. Maar ja, gewoon Jan Publiek heeft geen idee. Nee, dat is zeker zo. Het is ook al wel weer even geleden. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Maar als je er nu zo op terugkijkt, er zijn zoveel jaren later, je hebt zoveel andere programma's gemaakt. Nu zit je natuurlijk bij Radio 2 in de ochtend. Ja. Hoe anders maak jij nu bijvoorbeeld zo'n programma als je het vergelijkt met toen, eigenlijk een beetje in die beginjaren? Is dat een enorm verschil of valt dat eigenlijk wel mee? Nou ja, in de basis is het natuurlijk nog steeds hetzelfde. Want uiteindelijk werkte ik toen al en nu nog steeds vanuit een soort... Ik bedoel, dat je de hele dag je oren en ogen open hebt voor alles wat er om je heen gebeurt. En wat je in het nieuws ziet gebeuren. En wat leuk zou zijn om mee te nemen in het programma. En daar geef je dan een bepaalde vorm aan. En dat gebeurt nog steeds. Ja. Ja. Mooie tijd, wat dat betreft. Ja. In 1999 stopte Rob van Zomeren met Zomertijd op 3FM. Er moest een nieuwe middagshow komen. Ruud de Wild kreeg die uren. Je werd gevraagd en schoof samen met Sander de Heer elke middag bij Ruud aan in ruuddewild.nl. Ja. En ging ook later met Adam Curry voor Radio 2 op vrijdagavond Curry en Kit 4 maken. Ja. Wat bedoelde je dit? We zijn lekker aan het boren hier in het NPO-gebouw. Er wordt hier een heel nieuw verbindingscentrum, MCR, controlekamer voor van alles en nog wat gebouwd. En daar zijn ze... Waarschijnlijk moeten de schermen opgehangen worden aan het plafond of zo. Okay. Nou, ik zal de microfoons iets dimmen en dan gaan we luisteren naar de compilatie van ruuddewild.nl. 6:30 journaal. Sanne Wallis de Vries viert haar 43ste verjaardag. Het hele land verandert vandaag in één kokende, feestende massa. Morali Beyer. Dames en heren, goedenavond. Ik heb geen idee wie bent u. Help me eens uit de brand. Ik heb geen idee wie bent u. Wie bent u? Wat is hier aan de hand? Goedemorgen, lieve kijkers.
is de Hans. Oh, oh, Mireille, oh, wat ben ja. ik godsblij dat ik binnenkort van koffietijd af ben. Wat bedoel je? Dat ik niet meer iedere ochtend vanaf 8 uur naar die chagrijnige uitgezakte bek van jou hoef te kijken. Hans! En met die vervelende kutgasten die we nou, ja. een keer moesten ontvangen. Zoals die saaie violist Bibi Soeradi laatst. Dat kan mij het schelen. En die museumdirecteur, die Henk van Os, waar je helemaal van wegdreef op je stoel. Je hebt anders wel een gratis museumjaarkaart van gekregen. Wat mij betreft steekt hij die kaart in zijn reet. Nou, waar jij ja, iedere zeg. Dag naar het Punnik Museum in Epe, Mireille. Ja, luisteraars. Hier is uw favoriete Friese weerman, Paolo Spitsma weer. En er zijn... een paar technische onvolkomenheden, want we zijn op dit moment in Amsterdam. Kijk dus achter mij, waar sta ik? Inderdaad, op de Dam, waar morgen het bruisende hart zal zijn van de feestelijkheden rondom het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima. En dan zeg ik, tot later, en pappele pijn maar weer. Hier had uw advertentie kunnen staan in dit radioprogramma waar heel veel mensen naar luisteren. Bel 0909 en 336. Vraag naar de informatie aan de advertentieafdeling en informeer naar onze gunstige tarieven. Bel nu! Echt, wat een slechte commercial is dat, Jeroen. Ja, we hadden niet zoveel tijd om hem in te spreken. Nee, maar zo moeten we dat echt niet gaan doen. Zo neemt niemand ons serieus. God, jongens. Het is zo mooi. Hoe kom je erop? Ja, het is zo mooi. Ja. Ja. Nou ja, je vertrok bij Veronica en je kwam in dienst bij BNN. Dus straks gaan we het natuurlijk nog even hebben over Ruud Wil. Maar je maakte dus ook op de vrijdagavond programma met Adam Curry. Ja. Ja, ook een legendarische avond sowieso om het programma te maken. En met Adam Curry waarschijnlijk. Hoe was dat? Ja, het zijn, kijk, wat dat betreft heb ik heel veel geluk gehad om met al dat soort fascinerende radiopersoonlijkheden te mogen werken. Die allemaal hun eigen stijl hebben, hun eigen ervaring meenemen. En Adam, ja, de man die was natuurlijk larger than life toen al. Ja. Weet je, die kwam met een helikopter elke vrijdag vanuit België. En dan landde die op het vliegveld in Hilversum. En daar werd hij dan opgehaald met een taxi en... dan bestelden we Chinees en zaten we Chinees te eten met bier bij BNN in de bar. En dan gingen we programma maken elke vrijdagavond. Ja, leuk. Heel leuk. Hoe is, want je zei het net al even, de Adam Curry, Ruud de Wild, Jens. Het zijn natuurlijk ook allemaal personalities waar je mee moet dealen natuurlijk. Ja. Hoe is dat? Moet je dan steeds aanpassen of juist niet? Of hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het uiteindelijk wel zo werkt. Dat als je mij naast iemand zet en dat ik dan altijd ga luisteren en proberen te checken van oké, waar zit deze persoon? Wat heeft hij nodig? Of wat zou ik hier kunnen doen? En soms is dat ook gewoon simpelweg door je mond te houden, omdat iemand gewoon van zichzelf al lekker aan het stralen is. Ja. 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 Ja, net veel Ruud Wild gehoord natuurlijk, ruudwild.nl op 3FM. Ja. Hoe was dat werken met Ruud? Ja, dat was te gek. Ja. Ja, wij hebben echt zo'n leuke tijd gehad. Want wij zijn gekoppeld door de grote baas destijds en de oprichter van BNN samen met Bart de Graaf, Gerard Timmer. Ja. Die inderdaad die uren op Radio 3 moest gaan vullen. En ik zat bij Veronica een beetje in een soort, omdat Jens die was op een sabbatical gegaan van onbepaalde tijd. En ik had geen idee hoe dat af zou lopen. Want we hoorden eigenlijk nooit meer wat van hem. Ik wist helemaal niet wat. En mijn contract liep af. En toen belde zij op van zij dat willen doen. Dus dan heb ik een keer met Ruud gegeten. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Maar ik dacht, nou ja, het is interessant. En weet je, 3FM, ja, dat is toch het grote podium. Dan zit je in heel Nederland op de FM. En hoe cool is dat? En wij raakten in gesprek en we raakten nooit meer uit gesprek, omdat we allebei hetzelfde leuk vonden op de radio. En terwijl we aan het eten waren, zaten we al helemaal dat programma in te richten. En oh, dan doen we dat en dan gaan we het zo doen. Ja. En daar hadden we al zo'n lol om, dat ik dacht, ah, maar dit moeten we gewoon gaan doen. En dat hebben we gedaan. En dat was wel het programma waarvan ik zeg maar van kleins van al van droomde om dat te kunnen maken. Om zo'n soort heel gek atypisch programma te kunnen doen. Ja, maar het is ook, als je het nu ook weer hoort, dat met wie bent u? En ik weet nog dat die in die tijd, ik moest dan vaak de hond uitlaten bijvoorbeeld. Ik ga niet een heel verhaal ophangen. Maar, maar ik weet nog dat ik gewoon altijd met mijn Walkman toen nog of zo. In ieder geval mijn FM-ontvanger met oordopjes. Ik wilde niks missen van het programma. Wat leuk. Dat is natuurlijk het mooie van radio, denk ik, toch? Dat je, als je dat kunt bereiken, dat was wel mooi, man. En dat was ook wel waar, wat ik zeg, waar ik van droomde toen ik klein was, dat ik zo'n soort programma zou kunnen
kunnen doen. Maar ik heb dan, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik ook van ja, weet je, het was ook een redelijk zorgeloze tijd in die zin dat wij ook door BNN helemaal vrijgelaten werden om te doen wat wij wilden. Want ik kan me ook niet herinneren dat ik toen in die tijd, ik kan niet voor andere mensen in het programma spreken, maar heel bezig was met luistercijfers of zo. Ik zou het niet weten. Ja. Ik hoor die jingle, nou maar eind van de middag. Ja. Maar ik denk, ja, ik heb geen idee of we daadwerkelijk het best beluisterd programma waren in die tijd. Geen idee. Maar, om maar aan te geven dat het in ieder geval mij daar helemaal niet om ging. Het was meer een soort van eindeloze vrijplaats voor verzin maar wat je leuk vindt om te maken. En we hadden in wezen ook niet zo heel veel nodig, want zo'n Paulus Speech, maar ja, dat was gewoon een cd'tje met geluidseffecten. Ja, was het niet. Nee. En bijvoorbeeld feedback van luisteren was natuurlijk heel anders dan nu. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat die er wel was op een andere manier bijvoorbeeld. Jawel. Ik kan me herinneren, dat was via e-mail. Ja. Hadden we al sms? Ik denk dat het in die tijd net een beetje in zwang kwam. Ja. Maar ik kan me herinneren, volgens mij heb ik dat nog thuis liggen, dat in de tijd van de aanslag op Pim Fortuyn, dat we zoveel e-mails hebben gekregen van luisteraars. Dat was echt hartverwarmend, echt waanzinnig. Ja. Wat daar toen loskwam. Dus dat was wel interactie, maar niet op dezelfde manier als nu. En ik vind het nu ook wel, dat vind ik ook wel spannend in die zin dat ik denk van, zouden jonge mensen die nu bij die radio komen en misschien zo'n soort programma zouden willen maken, dat nog aandurven? Omdat je natuurlijk meteen met alles wat je zegt, krijg je meteen feedback van luisteraars. Ja. Als je iets geks doet, dat mensen meteen gaan zeggen, hey, doe eens normaal. Hey, je gaat toch niet door een plaat heen praten. En dat je misschien als jonge, onervaren, misschien nog wat onzeker, iemand denkt, oh, dan doe ik het maar niet. Terwijl je daardoor misschien ook juist weer nieuwe wegen afsnijdt of zo. Ja. Ik kan misschien dat ik heel erg opa verteld ben, hoor. Maar nee, ja, ik denk dat het sowieso hoe jij die radio of de programma's maakt, wel de kleur geeft op de radio, ook wat dat betreft. Ja. En dat moet toch ook altijd wel ergens een soort van blijven kunnen of zo. Ja. Maar het is wel anders dan toen natuurlijk, denk ik. Ja. Want hou je ook rekening met dingen die in je opkomen van je denkt van, nou, laat ik dit maar niet doen? Bijvoorbeeld een grap of iets in deze tijd, hè? In de woke tijd, zeg maar. In de woke tijd, ja. Dan moet je geen grappen maken over dikke mensen. Je houdt nooit echt iets binnen. Niet per se. Ik ben ook niet zo'n heel uitgesproken persoonlijkheid als een Robert Jens of zo. Zo voelt het voor mij niet. Maar goed, je beweegt natuurlijk wel mee met de tijd. Het is natuurlijk wel, kijk, zoals wat Jensen deed over dikke mensen in een bar. Ja, dat zou ik denk ik zelf sowieso niet zo snel zeggen. Ik ben wat dat betreft iets afgepaster, iets keuriger. Nou ja, daarvoor had ik het ook het fragment erin gedaan. Want jij had regelmatig wel discussies met hem natuurlijk. Ja, over bepaalde onderwerpen. Tuurlijk. Dus ja, en dat gaf natuurlijk ook spanning. Ja, dat was juist ook leuk. Ja. Weet je, dat vond ik ook te gek. Ja. En misschien dat je juist ook wel weer nu zoiets of zo iemand zou moeten hebben op de radio die het juist wel zegt. En die daardoor juist gaat lopen poeren in die wondjes van al die wokeheid. Om daar dat een beetje, jongens, kom op, even één tandje relaxter met z'n allen. Ja. Dat je net door wat extremer door te voeren juist weer wat meer in het midden uitkomt of zo. Ja. Spreek je ze eigenlijk nog, Adam, Ruud? Ja, Ruud waarschijnlijk hier nog wel regelmatig. Ruud wel, Robert. Ja hoor. Ja, nee, Jensen niet. Nee. Ik heb ook geen idee waar hij nu, ja, ik weet wel wat hij doet, maar waar hij nu zit. En ja. Adam, die woont volgens mij in Amerika. Ja. Geen idee. Ja, precies. Ja. Nee. Ja, en wel leuk dat je Ruud natuurlijk al die jaren nog steeds gewoon tegenkomt, toch? Is het, dat is heel leuk. En als we dan weer met z'n tweeën achter een microfoon zitten, dat hebben we nog wel eens. Als ik hier bijvoorbeeld s'avonds uren van Wouter even overneem, dat hij op vakantie is. En we hebben dan die overdracht van uren, dus zeg maar dat crosstalkje na zijn programma. Ja, dan dat is heel grappig. Dan is het dan wordt het gewoon weer een soort luikje in mijn hoofd opengemaakt dat dan weer dat soort dingen aanwakkert. Ja, leuk. Ja. Nou, misschien ooit weer terug samen op de radio. Nou ja, wie weet. Nou, het was een groot succes. Jullie wonnen in 2002 de Marconi Award voor het beste programma. Ja, dat is waar ook. Heb je ook nog gewonnen? Ja, ja. Wat was voor jou, of wat maakte het programma voor jou zo'n groot succes? Waar lag dat aan, denk je? Nou, ik denk, wat ik zeg, omdat dat we konden doen en vanuit, ik denk ons beider, maar goed ook met Sander en Rowan de Wierik natuurlijk in het begin ook en Astrid de Jong later nog erbij, vanuit ons aller oprechte idee van we willen gewoon het beste en leukste programma maken dat er is. Ik denk dat er niet veel meer achter zat dan dat.
En op onze eigen manier. En dat we vanuit BNN dus ook die vrijheid kregen. Dat zij ook dachten van, ja, maar goed, jullie kunnen alleen floreren op het moment dat je daar je gang kan gaan. En dat je kan doen wat je denkt dat goed is. Want we geloven in jullie talent. En dat jullie weten wat je aan het doen bent. Ik denk dat daar de kracht in zat. Gewoon lekker losgelaten worden en je ding doen. Ja, en het vertrouwen krijgen. Ja. Dat vanuit de omroep die het maakt en vanuit de zender die het uitzendt. Ja. Ja. Garantie voor succes. Nou bij ja. Deze. Ja. Maar ja. Toch? Nou ja, wat ik zeg, ik weet niet of het succesvol was. Het, zeg maar in cijfers. Ik heb dat nooit zo bijgehouden. Nou, er zijn vast misschien wel... Nee, die zijn er zeker, maar bestanden van mij was dat zeker wel... En dan doen we misschien toch tekort, maar top 3 sowieso. Maar volgens mij gewoon de nummer 1 in ieder geval in die periode was het sowieso. Okay. Ja, en als je op fora leest, dat soort dingen. Nog oude fragmenten die regelmatig voorbij komen. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja. Ja. Wat ook onlosmakelijk verbonden is met het programma is de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002, 21 jaar geleden. Ja. We gaan het niet te lang over hebben, maar... Het is wel onderdeel van jouw loopbaan. Ja. Je bent in 2019 een dag opgetrokken met Jochem van Gelder voor het tv-programma VIP-vervoer van Omroep Gelderland. Ja, ja. Samen met Jochem ging je toen terug naar de plek waar Pim werd neergeschoten, vlak voor de oude 3FM-studio. Mm-hmm. Eerst even een fragment van Pim bij jullie in de uitzending daar. En daarna hoor je dus jou met Jochem staan bij de plek waar Pim is vermoord. Wat hij met wie doet, weet niemand. En Michael Jackson. Oh, ja. Ja, dat is een enge man. Ja. Vind je dat een enge man? Ja, ja, de nagemaakte. Dat geopereerd aan dat gezicht en zo. Dat zit aan niet zitten. Ja, nee, dat is vies. En de neus die eraf valt en zo. Dat denk ik net goed. Misschien is dat Kok. Ik moet even bellen. Hallo, met Ruud. Kok, Wim. Dag schat, je spreekt met je favoriete zanger Gerard Joling. Nee, ik zit in de auto te luisteren. Ik hoor ineens Pimmetje op de radio. Ik denk, ik moet even bellen. Dag lieve schat, hoe gaat het met je? Goed. Zit je lekker met Ruud en met Ruud en die gaat daar de oude Maar weet hoeren. Je wat zo erg is? Ik heb helemaal geen verstand van die muziek. Als jij ik hoorde het, ik schaamde me dood. Noemde zich dat nou een vriend van mij? Ja, absoluut. Maar kom er even bij zitten. Kom me helpen. Ik kom me zo even. Deze schaamtevolle vertoning. Ik was net bij Willeke in Laren, dus ik kom even langs. Ik ben heel op de goed, hoek. Tot zo. Oké, dag lieve. Doei. Je kent hem goed ook. Ja. Het is een leuke man. Ja, dit is de plek waar het gebeurd is. Ja. Die grijze stenen zijn volgens mij ook nog de originele stenen die toen hier in de bestrating zaten. Die is later helemaal opgeknapt dit. En toen is deze gedenksteen hier gemaakt om dit toch deze plek vast te leggen. Bizar idee eigenlijk, hè? Ja. Nee, maar weet je, dit is ondertussen al zo lang geleden en omdat het natuurlijk ook zo'n... Het is zo'n... Heel raar, zeg maar, ook zo'n mediagenieke gebeurtenis waarbij natuurlijk iedereen weet ervan. Iedereen weet ook dat ik daarbij betrokken was. Dus dat maakt natuurlijk ook heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld zoiets traumatisch meemaakt en niemand weet dat. Of dat is niet... Want daardoor kan je ook heel snel het laten slijten door er gewoon... Maar je hebt er niet heel veel... Ik heb er niet heel veel over teruggevonden. Nee, maar hoe jij dat ervaren hebt en hoe het precies gegaan is. Nee, maar dat was ook omdat Ruud die wilde dat niet hebben. Die wilde niet dat iemand anders dan hij daarover met media sprak en zo. En ook later dacht ik, wat is dat voor iets raars? Dat is heel gek, toch? Maar dat hebben we toch allemaal meegemaakt? Daarom, en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, maar hij wilde dat liever niet hebben. Het maakt me verder ook niet uit, maar... Ik vond het achteraf ook wel merkwaardig. Ja, 21 jaar geleden inmiddels. Het is lang geleden. Je hebt er natuurlijk veel over gezegd. Maar ja, hoe vaak denk je hier nog aan? Ben je er nog wel eens mee bezig? Of ja, nou ja, eigenlijk alleen in dit soort situaties. Ja, dat nog. Zo'n dag als... Weet je, zo'n 6 mei. Alleen zo'n datum, dat resoneert natuurlijk nog steeds wel. Maar het is heel dubbel, omdat ik er ook met heel veel dankbaarheid aan terugdenk. Want als ik dan zo die uitzending hoor, dat fragmentje... Ja. Dan denk ik ook, dan ben ik ook super trots. Want dan denk ik van, we hebben wel echt een heel, heel goed programma met hem gemaakt. En als ik heb het niet heel vaak meer teruggeluisterd. Maar wat ik ervan terug heb gehoord, dat ik wel denk van...
heeft daar wel kunnen floreren in die zin dat hij wel heeft kunnen laten zien wie hij was, waar hij als mens voor stond, waar hij in politieke zin voor stond. Hij had het naar zijn zin, wat ik ook altijd prettig vind als gasten die je uitnodigt zich op hun plek voelen. En dit fragmentje met dat Gerard Joling, ik weet nog precies waar ik stond in dat 3FM, in dat halletje vlak voor dat parkeerterrein. En dat hij er gewoon met boter en suiker in ging. Dat hoor je ook. Hè? Dat hij echt serieus ervan overtuigd was dat hij Gerard Joling aan het telefoon had. Ja, dat hoor je wel. En dat hebben we nooit meer aan hem kunnen uitleggen dat dat niet het geval was. Ja, dat was wel eens mooi. Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. Ja, in 2004 kondigt Ruud aan te gaan stoppen. Hij zou teruggaan naar Radio 538. Ja, sorry, misschien even een overgang hoor. Nee, maar wat ja, dacht dat jij is toen het leven. Ja, dat is ook zo. Ja. Wat dacht jij toen je het nieuws hoorde dat Ruud weg zou gaan? Of hoe is dat gegaan? Weet je dat nog? Ja, het was een enorm onrustige tijd in de radiowereld. Omdat er heel veel gebeurde, heel veel transfers. En weet je, dat was ook echt die tijd dat ineens radio-dj's gingen ook heel veel geld verdienen. Ja. En dat ging echt over miljoenen en zo. En dat hing in de lucht. Omdat we natuurlijk ook wel, ik voelde ook wel van, er gebeurt van alles bij het station, bij 3FM. Maar ook rondom ons programma. En ja, Ruud had natuurlijk al die contacten al bij 538. En dat zat er wel een beetje aan te komen dat zou gebeuren. En ja, weet je, ik geef hem ook geen ongelijk dat hij dat toen gedaan heeft. Nee. Maar er was dan geen sprake van dat je dan bijvoorbeeld mee zou gaan of zo? Nee, of, dat nee, is dat nooit is, aan nee, de orde geweest. Nee, ik weet ook niet of ik dat had gewild, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar dat is nooit ter sprake geweest. Maar baalde je er niet van? Leuke samenwerking met Ruud, een populair programma. Stopt. Ja, ik had wel het gevoel van we hadden hier nog wel even mee door kunnen gaan. Aan de andere kant denk ik ook wel van misschien dat het ook wel goed is. Dat het daardoor een heel, heel krachtig iets is gebleven. Omdat het zo, weet je, dat je niet in herhaling gaat vallen. En denkt van, oh ja, dit trucje kennen we, dus daar gaan we op door. Ja. Maar ik denk als we hadden gewild, hadden we dat nog wel een tijdje kunnen volhouden, ja. Ja, je hield het zelf in ieder geval ook voor gezien bij BNN. Je verkaste naar Veronica, onderdeel van SBS, om daar tv-werk te gaan doen. Je presenteerde onder andere het beste idee van Nederland. Ja, van radio uiteindelijk naar tv. Maar dat kwam ook omdat ik dacht van, ik heb nu het allerleukste gedaan bij de radio dat er maar zou kunnen gemaakt worden. Dus wat moet ik hierna dan nog gaan doen? Oh, ja. om wat is dan het volgende wat ik zou kunnen uitvinden om of in zou kunnen stappen om daar een logisch vervolg aan te... Dat kon ik gewoon niet bedenken op dat moment. En toen kwam die kans bij Veronica Televisie voorbij. En ik denk, nou ja, weet je, ik heb niet per se interesse om heel erg een bekend tv gezicht te zijn. Maar ik kan het proberen. Wie weet ontdek ik allerlei dingen die ik heel erg leuk vind. Ja. Dus op die manier ben ik toen bij Veronica, bij SBS beland. Ja. Ja. Nou, uiteindelijk is radio wel een soort van je core ding geweest. Ja. Maar je bent natuurlijk wel regelmatig op tv geweest. Of nog steeds wel eens te zien. Ook bij Boulevard bijvoorbeeld. Maar hoe was dat bijvoorbeeld voor die camera? Want iedereen vertelt hier ook al dat er komt veel meer bij kijken dan hoe je een radioprogramma maakt bijvoorbeeld. Ja, hoe was dat voor jou? Dat was ook zo. Maar goed, wat ik me ervan kan herinneren, maar toen vooral gefocust op mijn rol daar als presentator. En daar moest ik heel erg naar zoeken. En het is het uiteindelijk niet geworden. Ik weet ook niet of dat nou... dat zal vast aan mijn tekortkomende talent op dat vlak gelegen. Nee, want uiteindelijk die programma's zijn allemaal wel doorgegaan. Weet je, zoals het beste idee van Nederland. Ja. Het heeft nog heel lang bestaan bij SBS. Maar die kijkcijfers van het toenmalig Veronica waren ook niet duur van het. Hè? Dus daar kan het misschien ook wel mee te maken hebben gehad. Het zal vast het een zal met het ander te maken hebben gehad. Ja. Ja, ongetwijfeld. En dat je natuurlijk ook net het geluk moet hebben dat je in een soort format terechtkomt dat bij je past. En dat waarvan je het gevoel van, oh ja, hier kan ik als presentator nog een extra laagje bovenop leggen of zo. Ja, ja. Nou ja, leuk in ieder geval om gedaan te hebben, zeker, toch? Ik bedoel, zo nee, absoluut. Nee, maar ik heb dat wat ik zeg. Het is allemaal uiteindelijk in mijn hele loopbaan zo gegaan als het is gegaan. Daar heeft nooit een heel gestructureerd idee achter gezeten. Maar prima. Het werd 2005. Je maakte de overstap naar RTL, oftewel de HMG-groep toen nog. Je werd vaste vervanger van Albert Verlinde in RTL Boulevard. Je deed natuurlijk veel voice-overwerk toen al. We komen straks nog even op terug. En je ging bij Veronica FM aan de slag bij Stenders Vroeg Op. Samen met Rob Stenders en Fred Siebelink. Ja.
Welkom. Dit is Urine FM. Let's go. Stenders vroeg op. Luisteraars, een hartelijk goedemorgen. Hier is alweer Stenders vroeg op Urine FM voor 30 maart 2006. De dag waarop wij horen uit de mond van Desiree Laterstein notabene dat het nieuwe radiostation dat Nederland zal omarmen heet CAZ. C-A-Z. Met een uitroepteken erachter. En zoals Jelmer terecht zei, alles beter dan Urine, want dat klinkt nog steeds naar plas. Ja. Dat is ook zo. Ja. Heb ik altijd gehad inderdaad, die associatie. Je hoort ook, Bon Jovi zei ook ooit in een jingle, dit is Urine FM, alsof die zegt urine. Nou, dat, volgens mij was het stiekem heel erg leuk ook om het te doen. Ja, dat is natuurlijk een leuke grap. Waarom het geen Fred is geworden, snap ik nog steeds niet. Ja, Fred. Dat is ook een leuke. Ja. Ja. Waar is Fred trouwens? Die wordt nog gemasseerd. Ja. Nou, zullen we maar gewoon beginnen dan? Ja. Vogel. Altijd als eerste die nest staat, bel dan nu naar FM. 09 09 80 20, en vertel ons met welke plaats jij graag wakker wordt. 09 09 80 20 is het telefoonnummer van de afdeling burgerzaken van Stenders vroeg op. En dit is een nieuwe plaat en hij is van Gnarls Barkley en hij heet Crazy. Luister goed. Nieuwe plaat ook. Wat grappig. Ik kan me dit helemaal niet herinneren. Maar dat was Stenders er niet of zo? Of die was... Nee, ja, dat denk ik. Dan zat jij achter de knoppen. Ja, ja. Want dat gebeurde wel vaak volgens mij ook, toch? Of op een gegeven moment, ja, dat heb je natuurlijk ook... Tim wel vaak opgevangen. Ja, heb ook meer audiomateriaal. Ja, nee, zeker, zeker. Ja. Maar normaal natuurlijk wel de rol naast Stenders. Ja, precies. Ja, ja. Oh, dat was een fantastische tijd. We hebben toen ook een lol gehad, joh. Maar met Stenders altijd zoveel plezier gehad. En die laatste, dat laatste half jaar, drie kwart jaar bij Urine FM, toen wisten we al dat het een aflopende zaak was. En dat was het fijne daarvan was dat er daardoor ook helemaal niks meer van afhing. En dat we daarom met z'n allen ook zo'n eindeloze vrijheid voelden om dan maar gewoon lekker te doen waar we zin in hadden. En we hebben zo'n ontzettend leuk programma gemaakt toen. Ja, ja, wel grappig dat je dat dus als maker eigenlijk ziet als vrijheid. Want ik moet wel eens denken aan mensen die dan nog 3 maanden een programma moeten maken terwijl ze weten dat het stopt. Ja. Dat lijkt me het ook wel weer heel lastig om een soort van dat enthousiasme te houden. Maar jij ziet dan juist als vrijheid. Dat is wel leuk. Ja, dat hebben we. Grappig, dat, ja. Dat enthousiasme is nooit weggegaan. Nee, we hebben dat toen wel met heel veel plezier gedaan die laatste tijd bij Urine. Ja. Jouw rol in het team, was die hetzelfde als bij Ruud en Robert? Of? Ja, volgens mij wel. Ja, zeker wel. Ja, want ik was daar ook gewoon sidekick in Stenders vroeg op. En dat was in die zin. Ik maakte toen ook vormgeving in liedjes en dingetjes. Ja. En ik heb toen ook een soort van een beetje de rol van regisseur aangenomen. Omdat het allemaal daar altijd schaamteloos uit de hand liep met een half uur te laat en zo. En dat ik dacht van, oh, dat moeten we wat meer gaan structureren. En dat wilde Rob ook heel graag, maar die heeft er uiteindelijk nooit wat mee gedaan. Dus uiteindelijk liep het allemaal nog steeds heel erg uit de hand. Ja. Nou ja, je gaf het zelf aan, sidekick. Welke eigenschappen heeft voor jou een goede sidekick nodig? Ik denk dat je moet kunnen luisteren naar degene die met wie je het programma maakt. Ja. Ook om te kijken van wat heeft die persoon nodig, wat heeft hij niet nodig. En ja, uiteindelijk ben je ook de aanvulling. Kijk, op het moment dat de DJ zelf heel erg lekker aan het knallen is en lekker bezig is, moet je ook gewoon kunnen bedenken van nou, succes. Ik ga lekker achteroverleunen. Ik luister mee met wat er gebeurt. Zo, eigenlijk. Ja. Ja. Urine FM kwam ten einde. Je zei het werd overgenomen door SBSS Broadcasting, die het station in 2006 omtoverde, dus tot CAZ, ja. Uitroepteken. Ja. Ja, je bent niet weg te slaan uit die ochtend, want ook daar ging je de ochtend doen. Ja, dit keer... dat is wel waar, hè? Ja, het is, ja dat dacht ik laatst ook. Ik denk, jeetje man, hoe lang, als je het allemaal bij elkaar optelt, doe ik al ochtendshows. Heel lang. Je deed het met Albert-Jan Sluis. Ja. Onder andere het programma heette Morgen Jeroen, ja. Later Morgen CAZ. Ja. En daarin hadden jullie onder andere het item Wedden Plat. Ja. En daar gaan we even naar luisteren. Ik vind het eng, want het waait heel hard en het schilderij kan alle kanten opvliegen. Oké, daar gaan we. Ben jij er klaar voor? 4, 3, 2, 1, daar gaat ie! Oh, 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 nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wat gebeurt er? Ik zit aan een kabeltje vast en hij is helemaal naar de andere kant van het gebouw gevlogen.
Wacht even, ik moet even... Ja, wat is dit nou? Hij knalde tegen de directieruit aan. Ik weet niet of dit nog goed gaat komen de komende... Ja, wat is dit, kapot of niet kapot? Het hoekje is beschadigd. Ja. Maar het schilderij zit nog in het frame. Dus hij is gewoon eigenlijk nog heel. Dit was heel leuk, ja. Wij zaten op de hoogste verdieping in het gebouw van SBS in Amsterdam. En ik weet niet eens meer hoe we erbij kwamen, maar... Dat we dachten, hoe leuk zou het zijn om iets uit het raam te gooien... en dan aan de luisteraars vragen, wat gebeurt er? Gaat het kapot of blijft het heel? En toen hebben we ook wel eens een wc-pot naar beneden gegooid... en kwam er een supermarkteigenaar of zo ergens uit de Achterhoek... en die had een krat vol met pakken vla. En dan hebben we dat hele krat met die pakken vla naar beneden gegooid. En je kan je voorstellen wat er gebeurt als je vanaf de zesde etage naar beneden gooit. Dat explodeert als het op de grond terechtkomt. Dus het was echt een explosie van vla tegen de gevel van dat SBS-gebouw. Nou, de directie was woest. Oh ja. Ja, hoe kunnen jullie dit doen? Dat kan niet. Terwijl het programma-onderdeel werkte heel erg. En ik vond Jelmer ook zo fantastisch hier. En weet je, die deed dit zo goed. Als ik dit hoor, dan denk ik weer van... oh ja, jongen, wat was jij dat? Wat deed je dat leuk? En wat was je goed in die rol? Ja. Ja, dat is misschien ook altijd wel een beetje onderbelicht, hè, Jelmer, wat dat betreft. Het zit natuurlijk nu bij 3FM. Heeft in heel veel programma's heeft hij zoveel smaak gebracht... en ook heel veel dingen gemonteerd. Dingen die Stenders altijd deed... was dat met Baantje, die dan mensen ging opbellen. Oh, dat was ook geweldig, ja. En dan dat mensen echt dachten dat ze, dat ze Baantje aan de telefoon hadden. Ja. En dat was allemaal het werk van Jelmer. Wel wat goed, ja. Ik wil regisseur De Kok. Ja? Ik wil u graag een paar vragen stellen. Dat mag. Wat is uw relatie tot Elise van Veen? Elise van u? Ik weet helemaal niet wat u bedoelt. Is Elise een goede vriendin van u? Elise? Ja. Nee. Oh, we hebben gehoord van wel. Nee hoor. Had u een conflict met haar? Nou, ik weet niet waar u het over heeft, maar ik ken geen Elise. Nooit gesproken met elkaar? Nee. En met wie spreekt u, regisseur De Kok? Ja. Waar was u eergistermiddag tussen 1 en 4 uur? Pardon? In huis. Aha, u heeft een alibi, in principe. Ja, natuurlijk. Wat is er met die Elise dan? Had u een conflict met haar? Nee, maar ik vraag wat er met die Elise is. Ik snap hier het vrouwleventjes niet van. U weet heel goed wat ik bedoel. En u weet heel goed waar ik het over heb. Ik snap Elise niet. Ik ken helemaal geen Elise. De Broadcast. Het was jouw programma eigenlijk dit keer. Dus geen sidekickrol. Ja. Was dat heel anders voor je? Ja, tuurlijk. Omdat je natuurlijk, als je op de plek van het dishoekje zit... en het, het jouw programma is... dan moest ik zelf ook die paaltjes uitzetten... van wat gaan we met dit programma doen? Hoe gaan we hiermee door? En dat was eigenlijk best lastig. Met name omdat we in een soort tegenovergestelde situatie zaten... als bij BNN. Want bij BNN was het zo van... nou, doe maar. Weet je, we gaan ervan uit dat jullie weten waar je mee bezig bent. Jullie talent. Maar SBS was natuurlijk een hele andere omgeving. Want dan ga je van de publieke omroep naar de commerciële omroep... waar er aandeelhouders zijn en waar het gaat over marktaandelen. Ja, en iedere 10% erbij of eraf werd ineens belangrijk. Dus dat werd ineens op elke slak werd zout gelegd. En dat is... Ik merkte dat dat voor mij gewoon heel lastig werkt. Dat ik bij iedere keer, alles wat ik zei, dacht... oh, zou dit wel goed genoeg zijn? Is dit, weet je, er zijn mensen die dan denken van... hoe kan mij het schelen? Maar ik zit dan toch niet zo in elkaar. En uiteindelijk denk ik dat we helemaal geen slecht programma maakten. Maar ja, weet je, die zender heeft de kans helemaal niet gehad. Hoe lang heeft dat geduurd? Het was niet lang. Niet eens een jaar, denk ik. En toen... had de SBS denk ik het idee van... we gaan binnen een half jaar gaan we heel 5-3 achteruit concurreren. Ja. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Ja. En dat ze toen dachten... nou, dan verkopen we een heleboel maar weer. En, toen was het alweer klaar. Ja. Dan hadden we twee keer met je ogen knipperen en het was voorbij. Ja, wel zonde eigenlijk, hè, dat het dat niet genoeg de kans heeft gekregen misschien. Nou, dus ik denk dat er best wel wat ook daar wel weer potentie in zit. Ja. Maar dat goed, dan dat platgetreden adagium natuurlijk... van radio heeft gewoon de tijd nodig om... Ja. Bij de mensen de plekken in hun hart te veroveren... en dat mensen bedenken van dit is mijn favoriete station. Ja. Ja. Maar het lijkt me ook wel lastig als je inderdaad steeds met dat in je achterhoofd... gewoon je talks ingaat van, oh jee, dit moet wel leuk genoeg zijn. Nee, dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook een heel psychologisch ding... dat je natuurlijk in wezen, als je die studio binnenloopt... eigenlijk dat soort dingen van je af zou moeten kunnen... Ja. Schudden of dat je zou moeten denken van, nou weet je, bekijk het maar. Ik maak hier gewoon het programma waarvan ik denk dat het goed is... En dan die discussie, die hebben we wel na afloop.
Ja, dat was dat is dan toch ingewikkelder. Maar wat ik zeg, ik denk dat we met terugwerkende kracht, als ik dit fragment ook hoor, denk ik, oh, ik zou dit als luisteraar ook wel willen horen. Ja, ben ik ook wel benieuwd wat er gebeurt. Ja. Maar zou je dat ook hebben gehad als je bijvoorbeeld, als het niet jouw programma was geweest, maar dat je ook weer sidekick was geweest, had je dan ook met die druk gezeten? Of zou het dan toch anders zijn voor je? Ik denk dat dan toch wel weer anders is. Dat je toch wel op een ander. Maar goed, we waren een redelijk hecht team, hoor, had ik het gevoel. Dus ik had wel het gevoel dat het wel onze gezamenlijke taak was. Dat, om dat programma te maken. Ik zou niet weten hoe Jelmer dat ervaren heeft. Of Meike, die toen onze nieuwslezer was. Dat zou kunnen. Ik heb het idee dat we wel met z'n allen hetzelfde traject hebben doorgemaakt. Dat het wel echt een soort teamprestatie was. Ja. Ja, het duurde dus inderdaad. Een klein jaar. Ja. Ja. 1 juli 2007 stopte Cas. Oh, ja. Jij stopte ook. Ja. Om tenminste helemaal met radio. Om 9 maanden later weer terug te komen. Je wordt herenigd met Ruud de Wild. Jullie gaan de ochtendshow doen voor Q Music. Ja. Jeroen. Jeroen. Ja, Ruud. Jij bent al ergens. Ik stap er nu in. Ja, waar ben je nu? Ik sta nu in het, zeg maar, weer in het hok waar alle omroepberichten worden ingesproken. Maar er zit steeds iemand, maar er zijn er meer. Maar wat wil je nu dat ik als laatste doe dan? Ik bedoel, nu maakt het ook niet zoveel uit. Heel makkelijk. Even kijken, iets van 3 bier en vieze poes. Wat? Je hoorde me wel. Vieze poes? Ja. Ja? Ik leg je even neer, Ruud. Attentie, gaarne met onmiddellijke ingang 3 bier en 1 glas melk richting de studio van Ruud de Wild, vieze poes. Jeroen! Heb je het gehoord? Nee. Nee, lul. Ik hou er nu mee op. Ik vind het niet geweest, Ruud. Tot maandag. Ik ben een beetje vernachelen. Jeroen? Ja? Tot maandag, hè? Ja, dag! Ik zat op Schiphol uit te zenden toen, op de ochtend, ja. Ja, dat is vaak ook wel een beetje, hè, toch bij de commerciële, dat soort, tenminste meer dat je dat soort dingen ook kan doen, toch? Zat er iets aan vast, ik weet niet eens meer waarom we daar waren, maar daar zat vast een sponsor aan vast. Ja, want dat was toen ook, toen in de tijd van Urine FM ook natuurlijk, en dat er eilanden werden weggegeven en zo, en al dat soort dingen. Ja. Hoe is die overstap naar Q gegaan? Weet je dat nog? Het was natuurlijk ook wel een beetje eindig bij Cas. Misschien. Nou ja, dat was gewoon afgelopen. Ja. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat in die tussentijd heb gedaan. Wat ik, dat is 9 maanden geweest. Dus ja, dat is al best wel een periode. Ja. Ik weet het niet meer. Uiteindelijk. En ik weet ook niet meer hoe die samenwerking tot stand is gekomen. Ze wilden, denk ik, bij Q heel graag dat Ruud daar kwam werken. En daar zat dan een soort van bij van, oh, maar hoe leuk zou het zijn als Jeroen dan ook weer dat zou gaan doen. En het leuke van Q was toen, en is nu nog steeds, natuurlijk een heel ambitieus station was. En dat was heel leuk om bij te zijn. En dat mensen, en ook echt mensen die heel verstand hadden van radio vanuit Vlaanderen al. Ja. Want die mensen die daar toen werkten, de Erwin Dekkers en zo, dat waren grootheden in België. En hoe leuk is het om met die mensen samen te werken in een station. Ja, maar ook wel het bewijs, denk ik, inderdaad van die lange adem. Want als je ziet waar Q nu staat natuurlijk. Ja. Hè, dat heeft lang. En dat is nog best wel lastig geweest. En zeker in het begin wel. Kijk, wij hebben later in de ochtendshow ook de pech gehad. Gewoon echt de domme pech. Dat er die problemen waren met FM-zenders. Ja. De zendmast in Smilde die uiteindelijk ingestort is. Wat de belangrijkste output was voor Q Music in Noord-Nederland. Ja, ja, dat was gewoon echt. Dat was gewoon kut met peren dat gebeurde toen. Ja. Ja. Nou ja, want en dat is nog steeds belangrijk natuurlijk, die FM-frequentie wat dat betreft. Maar je was in ieder geval herenigd weer met Ruud. Ja. Was dat dan heel anders dan toen je dat bij BNN 3FM deed? Of? Ja, het was toch wel anders of zo. Ik weet niet wat daar dan het verschil in was. En misschien ook wel het tijdstip, omdat wij toen natuurlijk de ochtend deden. Ja. En dat was toch een andere samenwerking. Misschien ook wel het station. Dat de omgeving dat anders matchte dan bij 3FM. Dat bij 3FM zat het echt als gegoten eigenlijk. En bij Q was het toch wat meer zoeken naar van waar zit onze kracht hier? Hoe gaan we dat doen? Kregen jullie daar ook carte blanche bij Q, net zoals bij BNN?
Ik denk het in het begin zeker wel. Omdat ze bij Q natuurlijk dachten van ja, die gasten die weten wel wat ze doen. Die weten wel hoe ze een programma moeten maken. Van nou, ga je gang maar. En later, ik kan me dat eigenlijk niet zo herinneren. Maar misschien dat dat ook was omdat ik daar weer sidekick was. En misschien niet per se de show mijn naam droeg. En dat misschien Ruud wat meer in conclave was met de programmadirectie over hoe gaat het en hoe gaan we verder. Nou, ik kan me voorstellen bij een commerciële partij dat het dan toch anders is dan bij een publieke qua vrijheid en qua... Ja, dat is altijd zo geweest. Ja. Dat is bijna spreekwoordelijk of zo. Ik weet ook niet hoe wat dat dan is, maar dat was anders. Omdat je natuurlijk ook inderdaad weer met de acties zit, met sponsoren en dat soort dingen. Waar we altijd wel raad mee wisten, maar ja. Ja, Ruud stopte bij Q in 2010. Hij ging wederom naar 538. Wat een rommelige carrière heb ik eigenlijk, hè? Als ik dit zo allemaal hoor. Of rijk, het is maar net hoe je het ziet. Oh ja, dat kan ook. Zo kan je het ook. Dat is echt leuker. Ja, dat denk ik wel. Rijke carrière. Ja, nou ja, oprecht. Maar jij nam het stokje van de ochtendshow over samen met Christel van Eijk, Jasper de Vries. Die ging de Goeiemorgenshow doen. Ja. Later heb je ook nog even met Mattie Valk gepresenteerd. Dat was heel leuk. Eigenlijk een soort voorloper van Mattie en Marieke dan een beetje. Maar. Mattie en Jeroen. Mattie en Jeroen. Ja, dat had helemaal anders kunnen lopen. Ik heb zoveel plezier gehad met Mattie. Ja, leuk. Ja, echt een radioman natuurlijk. Ja, dat was zo leuk. We hadden zo'n klik samen. En nog steeds, ik heb nog steeds wel goed contact met hem. En dan kunnen we af en toe heen en weer appen en heel veel plezier hebben. Dat was heel erg leuk. Maar uiteindelijk is dat... hoe is dat toen gegaan? Is dat toen Mattie en Wietse geworden? Volgens mij later wel, ja. Dat is volgens mij niet veel later. Mattie en Wietse toen de zondagavond. En daar zijn zij toen soort van ontdekt door Q. En toen dachten ze, hey, dit is leuk voor in de ochtend. Daar is maar goed ook, want dat is natuurlijk uiteindelijk hartstikke goed uitgepakt voor ze. Ja, absoluut. Jij zit natuurlijk in de ochtend, maar luister je wel eens inderdaad naar Mattie of naar andere stations in de ochtend? Nee, weinig eigenlijk. Terug of zo? Nee, heel weinig. En dat doe ik niet per se omdat het me niet interesseert, maar omdat ik... heel erg bang ben dat ik dan bijvoorbeeld dingen hoor bij Mattie en Marieke, wat natuurlijk beide fantastische radiomakers zijn en een waanzinnig programma maken, dat weet je. Ja. Dat ik dan denk van, oh shit, zou willen dat ik dat bedacht had. Of oh, dat moeten wij ook zo doen. Ja. Terwijl ik soms het ook wel jammer vind als ik naar de Nederlandse radio luister, dat ik ook denk van, het klinkt ook vaak allemaal wel heel erg als elkaar of zo. Terwijl als je dan naar buitenlandse radio luistert, dan denk ik van, oh, maar dit is heel anders. Terwijl misschien in dat buitenland al die stations daar weer als elkaar klinken. Omdat iedereen natuurlijk naar elkaar luistert. Ja. En het daardoor veel sneller een soort heel eenvormig iets wordt. Ja. Dus maar, dat is niet uit desinteresse, maar meer omdat... Nou ja, dat ik denk dat om mezelf te beschermen of zo. Misschien een soort van, of als maker. Zoiets, ja. Nou ja, is ook goed toch om je eigen pad te... Dat hebben we gezien. Ja. Dat gaat al die jaren natuurlijk al heel goed. Ja. Het is wel grappig dit. In april 2012 maakte bekend te gaan vertrekken bij Q. En je zei toen, hoe lang wil ik nog 's ochtends om 3:30 opstaan en elke avond om 6:00 helemaal moe op de bank te zitten? Nou ja, dat meende ik wel toen ik dat zei. Ja, nou, goed, dat is dan 11 jaar geleden. Maar inmiddels zit je natuurlijk gewoon weer lekker in die ochtend. Ja. Is dat heel anders dan toen bijvoorbeeld? Ja. Of blijft het wel een struggle altijd die ochtend? Nee, ik weet ook heel eerlijk gezegd niet wat... Want het gaat me nu echt zoveel gemakkelijker af dan toen. Misschien ook omdat we heel veel lol hebben. Het gaat echt heel goed met het programma. Ja. We doen het ook goed. Ik bedoel, het programma scoort ook als een malle. En in die zin zijn alle seinen op groen. Waardoor het misschien ook makkelijker wordt, omdat je weet waar je het voor doet. En we krijgen heel veel reacties en heel veel mensen die ik gewoon tegenkom, waar dan ook. En die ook zeggen van, ja, we luisteren altijd naar jullie programma en dat vinden we zo leuk. En dat werkt, dat is natuurlijk allerbelangrijkste. Ja, dat is natuurlijk waarvoor ik elke dag om 4:15 mijn bed uitga. Omdat ik weet dat die mensen er zijn en dat je doet het ergens voor. Ja. Dus het is makkelijker dan dat het ooit geweest is eigenlijk. Ik heb er geen enkele moeite mee. Dat is gek, hè? Ik heb nu echt het gevoel van, ik zou hier nog zo... 10 jaar mee door kunnen gaan. Nou ja, wat goed. Ja. Laten we het hopen, toch? Maar is ook een goed teken dan. Dat vind ik ook. En ik heb ook al uit al die ervaringen geleerd... Dat het allerbelangrijkste... maakt niet uit wat je doet. Of je radioprogramma's maakt... of je verkoopt koffie bij de Starbucks. Ik denk dat het belangrijkste is dat je 's ochtends je bed uitkomt... en je denkt, ik heb zin in de dag. Dat hoeft natuurlijk niet elke dag... maar als dat het overheersende gevoel is van... ik heb zin in wat ik vandaag ga doen... Dat vind ik de belangrijkste graadmeter.
In 2012 ben je regelmatig in het weekend op NPO Radio 6 te horen geweest. En sinds januari 2013 ben je begonnen bij NPO Radio 2. Eerst voor de KRO-NCRV. Deed onder andere Hemelbestormers, wat later Bureau Kijk in de Vechten werd. Ja. Even een klein fragment Bureau Kijk in de Vechten. Oh, leuk. Waarin jullie antwoorden van luisteraars op allerlei vragen probeerden te achterhalen. Ja. Jongens, het was weer een productieve dag in Bureau Kijk in de Vechten vandaag. Want we weten nu waarom je handen gaan rimpelen als je lang in bad zit. Nou, gewoon omdat je huid daar dunner is op je handen en je voeten. Het heeft verder geen functie. Waarom de letter, de lange ei, in puzzels vaak in één vakje staat en op je toetsenbord moet je toch echt twee toetsen indrukken? Het is officieel dus geen letter in het alfabet. We hebben er maar 26 en niet 27. Maar het is wel echt een eigen combinatie. Je kunt de IJ dus niet los van elkaar lezen. Daarom wordt het in een puzzel een één letter, een ei. Ja, precies. Waarom je altijd voelt als het wegdek gerepareerd is, zo van kdung, dat je daar overheen rijdt? Ja, nou, de BAM voelde zich wel een beetje aangevallen door deze vraag. Maar het is gewoon echt heel moeilijk om dat super strak te doen. Ze hebben niet echt een plamuurmesje bij zich. Maar ze doen hun best om het zo strak mogelijk te repareren. Ja, of een voetbalteam zelf mag bepalen in welke kleuren ze spelen? Ja, dat mag. Je mag echt met een paars shirt de gouden stippen. Dat zou mooi zijn. En waarom 21 graden binnen in de winter anders aanvoelt dan 21 graden in de zomer? Ja, je muren die stralen die kou eigenlijk nog uit in je grond. En het zit ook een beetje tussen je oren en onze lichaamstemperatuur. Die houdt een mini-winterslaapje van een 10e graad of zo. Ja, precies. Nou, heb je nog een antwoord gemist vandaag? Check nporadio2.nl, want daar staan alle antwoorden van vandaag op. Via de mail en de Facebook zijn we natuurlijk de hele week bereikbaar. Maar het zondagsloket gaat nu wel sluiten vandaag. Ik kijk nog heel even naar onze hoofdonderzoeker Sanne Blankena. Heeft u nog een laatste mededeling voor de mensen? Ja, zeker. Ik heb een ongelofelijke mededeling ontdekt. Er zijn meer plastic flamingo's op aarde dan echte. Echt? Wow. Mind blowing. Ik heb er twee thuis. Nou, dat feitje pik je mooi even mee. Ja. Oh, wat grappig. Ik moest er vanochtend nog aan denken dat ik dat programma soms wel mis. Ja? Ja, daar hebben we wel echt veel lol aan gehad. Dat was wel echt. Het was ook heel bewerkelijk. In die zin dat het ook wel heel erg zoeken was naar van wat zijn nou goede thema's om te kunnen behandelen. Omdat we echt bakken en bergen met de thema's binnenkregen van luisteraars elke week. Dat was echt een hele lange vergadering om daar alles uit te halen. Maar dat het selecteren daarvan natuurlijk best wel lastig was. Omdat je altijd vragen wilde hebben waarvan je zou kunnen bedenken dat iedereen dat interessant zou vinden. Terwijl heel veel mensen met hele particuliere vragen kwamen van, hoe kan het dat als het kouder is dan 15 graden buiten dat ik dan jeuk krijg aan mijn kleine teen? Ik dacht, ja, dat is, ik snap dat je dat vraagt, maar dat is niet voor iedereen heel boeiend. Maar dat het wel heel interessant was. En dat ik echt lol aan gehad om dat programma te maken. Maar wel iets heel anders. Dus eigenlijk een soort informatief muziekprogramma of zo. Het kwam eigenlijk uit voort ik dat programma eigenlijk in de schoot geworpen kreeg van 12 tot 2 op Radio 2 op zondagmiddag. Want dat deed Stefan Stassen, dat was Hemelbestormers. En dat ging over mensen die grote ambities hadden om de wereld te verbeteren. En ik kon niet zo heel veel met dat vormen. Dus toen ben ik op een gegeven moment naar de KRO gegaan en gezegd van, kunnen we daar niet iets anders van maken? En het is eigenlijk voortgekomen uit dat ik in die tijd ook nog cappuccino presenteerde om dat waar te nemen. En daar was een onderdeel dat luisteraars vragen mochten stellen. Die konden opbellen en die konden dan een vraag deponeren. En in de hoop dat andere luisteraars dan met het antwoord daarop kwamen. Maar dat gebeurde heel vaak niet. Dan werd er een vraag gesteld waarvan ik dan dacht, oh, je hebt een goede vraag. Ik wil weten hoe het zit. En dan uiteindelijk kreeg je nooit het antwoord. En toen dacht ik, is het niet leuk om een format te maken waarbij de vraag gesteld wordt en je ook het antwoord krijgt. En daar is dat toen uit voortgekomen. Ja. En hoe lang heeft dat gelopen? Oeh, wow, jeetje. Wel even, een jaar of vijf? Nou, ik ja. weet het niet. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar je hebt het best wel lang gecombineerd ook nog, toch? Met de ochtend. Ja, en dat je echt omdat ik geen afscheid van dat format kon nemen. Ja, precies, ja. Omdat het was echt mijn verzinsel. We maakten dat met een hele leuke ploeg mensen. En ik wilde er gewoon niet van afstappen. Omdat ik dacht, ja, dan is het gewoon weg. Dan dat is zonde. Maar op een gegeven moment, ja, als je 5 dagen in de week de ochtend doet en dan op zondag ook nog dat moet doen. En ik had nog die uurtjes in de Soul Night en al mijn voice-overwerk. Precies, van alles erbij. En toen dacht ik, god, wat zou het toch lekker zijn om op zondagochtend wakker te worden en niet meteen op je klok te moeten kijken omdat je ook de deur weer uit moet. Toen dacht ik, nou, misschien moeten we er dan maar gewoon, moet ik dat mezelf ook maar gunnen om gewoon af en toe vrij te zijn. Ja, nou, dat was 2019, want toen stopte het in ieder geval. Ja.
Maar ja. Even kijken hoor. Ja, gelijktijdig was het ochtendavontuur al gestart. Samen met Jan-Willem Roodbeen. Ja. Je volgde Gerard Ekdom op in Jan-Willem Startop. Waarmee ja. jullie dus in 2020 ook de Gouden Radioring wonnen. Ja. We gaan even luisteren. De winnaar van de Gouden Radioring 2020 is geworden... Jan-Willem Startop! Live vanuit Londen. Jeroen Kijk in de Vechten. Wie? Jerome Look in the Fart. Yay. A point of light in all our lives. Lucky Bastard. Ja, band. Mag je het een band noemen? Niet echt, hè? Ja, tuurlijk. Jawel. Ja. Jij vindt het ja, een band? Uiteindelijk. Ik zou eerder zeggen een popgroep. Popgroep. Ja, maar ze zijn wel een band. Ze maken zelf de muziek. Ze zitten zelf helemaal aan de knoppen en de thuisjes. Ze hebben gisteravond ook gezegd. Benny zit nog gewoon elke dag aan de piano. Die maakt elke dag nog liedjes. En soms dan verdwijnt het in de prullenbak. En soms dan belt hij Björn op en dan zegt hij, is dit wat? En dan maken ze er wat van. Ik vind dat wel een band, toch? Nu nog even helemaal geen uitspraken. Dan wacht ik nog even tot ik eruit gevlogen ben. En dan doen we wel een uitgebreide... Oh, of dat ik natuurlijk de winnaar word. Of de mol. Ja. Oh, dat was ook een moment. Ja, dat laatste ging natuurlijk over je deelname aan Wie is de Mol. Twee keer meegedaan, de eerste keer in 2017. Dan moest je heel snel het spel helaas verlaten, na 5 afleveringen. Ja, snel. Ja, in 2009. Ja, ik wou zeggen, het valt mee. Ja. In 2020, de jubileumreeks, bleek je de mol. Ja, mooi hè. En ik had dit bedacht van tevoren, dat als ik zo'n soort quasi-verspreking zou maken, dan zou ik heel veel verwarring kunnen zaaien bij de mensen. Mensen zouden denken, oh, hij is niet de mol. Dus dit moment diende zichzelf eigenlijk aan. En toen schopte ik hem zo in. En Jan-Willem die kopte hem eigenlijk perfect in. Want hij wist natuurlijk niet dat zou gaan gebeuren. Maar ik dacht wel, toen ik in de auto terug zat... Ik weet nog dat ik hier het Mediapark afreed die dag. En dat ik echt dacht van, oh shit, ben ik niet enorm met vuur aan het spelen nu? Maar het is uiteindelijk allemaal goed uitgepakt. Ja, maar wat een avontuur, hè? Wat een reis. Wat hebben we fantastische dingen gedaan in die ochtendshow. Ja, het is echt... Ja, dat is zo bijzonder wat we hier allemaal meemaken. Ja. Hoe kijk je heel even terug naar dat Wie is de Mol avontuur? Want je bent echt een molloot. Ja. Toch? Ja, ook wel geworden hoor, door eraan mee te doen. Ja, minder? Jawel, ik keek het programma altijd wel. Maar het was een beetje ook zoals ik de Tour de France kijk. Dat ik altijd kijk voor de landschapjes en de kasteeltjes die in beeld komen. En dat had ik bij Wie is de Mol ook wel. Dat ik dan wel eens dacht bij een opdracht van... Oké, ik snap niet helemaal wat hier de bedoeling is. Maar prima, het is een mooie... Mooie drone shots en zo. Mooie omgeving. Ja, en natuurlijk, het is zo'n, er zit zoveel omheen en zo, dat ik ook heel nieuwsgierig was van hoe werkt dat dan allemaal en hoe als je daar dan in zit. Dus ook wel een beetje uit nieuwsgierigheid. In het eerste seizoen, ja, ik was gewoon een waardeloze kandidaat, want ik wilde vooral proberen om al die opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Wat natuurlijk in Wie is de Mol helemaal de bedoeling niet is. Of tenminste, tot op zekere hoogte. Maar blijkbaar had het de makers toch behaagd om me voor het jubileumseizoen terug te vragen. En toen mocht ik de mol zijn. Ja, heel bijzonder. Ja. Zijn er nog andere programma's waar je graag aan mee zou willen doen? Bijvoorbeeld een Verraders, Mas Singer hebben. Ja, dat mag je dan niet zeggen natuurlijk. Expeditie Robinson misschien? Dat zou zomaar kunnen. Nee. Binnenkort meer. Nee. Ja, ik vind het met weet je, Wie is de Mol is natuurlijk zo'n fantastisch programma om aan mee te mogen doen en onderdeel van te mogen zijn. Wat ik wil, hoe heet dat programma nou toch? Dat je op de vlucht, dat er van die mensen zijn, van die speurders, van die politiemensen die dan... Oh, ja, ja, TV. Nee. Dit wordt bij de NPO uitgezonden. Ja, NPO 3 is het. Ja, dat is een mooie. Ik kom er ook niet op. Je hoort nu het van Hunted. Ja, Hunted. Dat is het. Hunted, dat is hem. Ja, dat lijkt me nog wel eens een mooi programma om mee te doen. Dus bij deze. Ik gooi nu dit zaadje de universum in. Het volgende tv-seizoen zien we Jeroen Kijk in de Vechten. Hunted. Nee, wat dat betreft... Kijk, zijn we ook zo gezegend met hoe het nu hier bij Radio 2 gaat... dat ik ook wel denk van het is ook wel goed om daar gewoon even de focus op te houden... en de energie. En natuurlijk elke dag mijn werk voor Boulevard. Want dat combineer je natuurlijk inderdaad. 5 jaar lang zit je nu naast Jan-Willem Roodbeen. Ja. Hoe ziet voor jou bijvoorbeeld nu zo'n dag eruit? Want 's morgens inderdaad het programma met Jan-Willem tot 9 uur. Je zei net al, we zitten om 5:30 hier in de vergaderzaal, ook waar we nu zitten. Ja. En 's avonds weer Boulevard. Hoe ziet zo'n dag er een beetje uit? Dat is elke dag, nou letterlijk tot de minuut, hetzelfde schema. Dus om 4:15 ga ik eruit. Dan ben ik om 5:30 hier, 5:30 of 5:30 hier aan de koffie, in de kranten erbij. En met z'n allen een beetje het programma doornemen. Uitzending
En dan, dan ga ik soms nog sporten. Ja. Misschien nog een tukje tussendoor. Alle andere werkzaamheden. En dan om 4:30 beginnen met Boulevard. Giel Beelen, de shockjock van weleer. Jezus, wat een titel, jongen. Niet normaal. Mag zichzelf binnenkort papa noemen. Terwijl Giel, Floor en hun extra passagier nog op wereldreis zijn, zal Indonesië toch echt hun laatste bestemming worden. En dat doe je dat altijd, dat doe je vanuit huis? Ja. Of doe je dat daar? Ja, precies. Ik heb zelf een studio. Studio en thuis, ja. En dat... ik denk zelfs dat ik in die zin een van de eerste was die het op die manier deed. Omdat toen ik begon met de voice-over voor Boulevard, dat was in 2008. Ja. Reed ik in eerste instantie nog elke dag op en neer voor de radio naar Hilversum. En dan nog een keer voor Boulevard. En toen heb ik met de hoofdredacteur van Boulevard destijds, Carlo van Linden, over gehad. Omdat ik vanuit de radio die techniek van ISDN toen nog kende. Van je kan heel makkelijk een hele goede audioverbinding maken tussen elk punt waar je maar wilt naar de studio. En dat scheelt heel veel reistijd. En bovendien geeft het jullie heel veel flexibiliteit. Omdat als er op het laatst nog iets gebeurt of er moet iets veranderd worden, kan je dat heel makkelijk doen. Dus die heeft toen gezegd, nou prima. Dus toen heb ik bij mij thuis een studiootje gebouwd. Via ISDN de audioverbinding gedaan. En dat is nooit meer veranderd. ISDN gebruiken we nu niet meer. Dat gaat nu over IP. Maar zo is dat gekomen. Wat goed. En dan jij krijgt gewoon die teksten door. Je ziet dat wel op je scherm. Of ja, ik kan gewoon in het draaiboek. Ja, dus ik kijk mee met wat er op de redactie gebeurt en hoe het programma wordt opgebouwd. Ja, ja, en daar krijg ik die teksten. En ik pas dat wel aan hoor, op mijn eigen manier van praten. Of soms denk ik, als ik de woorden in de zin het even wat anders draai. Of ik zet het een beetje zo. Ja. Dan klinkt dat wat beter. Dus dat doe ik wel. Dat moet denk ik ook wel. Ik denk wel, als je een goede voice-over bent, dat je ook een goede redacteur zou moeten kunnen zijn. Dat je ook zou moeten kunnen inschatten van, is het een goede tekst? Of kan ik het, als ik het net even iets meer naar mijn hand zet, in beter maken? Zonder dat ik natuurlijk de essentie van het verhaal verander. Dus dat gebeurt elke dag eigenlijk wel. Ja, ja, leuk. Nou, wel een mooie combi toch? En als ik het zo hoor, is het dan nog een soort van redelijk te doen. Maar je staat wel de hele dag aan natuurlijk, wat dat betreft. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Maar goed, wat dat betreft ook daarvoor geldt. Weet je, Boulevard is, vind ik nog steeds zo'n fantastisch leuk programma om voor te werken. En elke item dat ik daar inspreek, elke item heeft weer zijn eigen benadering nodig. Dus je moet elke keer weer inschatten van wat heeft het nodig. Ja. Moet ik hier gas geven of heeft het een knipoog of juist niet? En dat maakt het ook gewoon elke dag weer leuk. Nou, ja, weer leuk om te doen. Ja. Nou ja, sommige programma's doe je al heel lang. RTL Boulevard, je hebt ook Idols gedaan, maar ook Eigen Huis en Tuin 24 jaar lang. Ja, dat was het allereerste programma dat ik deed. Dat was echt halverwege jaren 90 dat ik daarmee begon. Ben je daar nou heel handig door geworden zelf? Ja. Totaal niet! Nee, helemaal niet. Hoewel ik wel heel erg thuis raakte in het jargon natuurlijk van de klusser. Ja, ja. Bijvoorbeeld rachelwerk, wat dat is. En een deuvel. Maar dat heeft daar niet in geresulteerd. Maar dat vond ik ook nog steeds elke week een feestje om te doen. En heel, heel leuk om daarbij betrokken geweest te zijn. Ja. Wat mooi, het lijkt me een voorrecht om dat soort programma's zeker, in te spreken. Zeker, absoluut. Je hebt dus inderdaad je spreekt veel in. Je hebt veel ingesproken. Wat doe jij precies om je stem kwalitatief op orde te houden of zo? Doe je daar überhaupt wat aan? Nee, eigenlijk niet. Want dus dan hoor je wel eens, vroeger was dat meer, want mensen zeiden, joh, je moet whisky drinken en sigaren roken en dan krijg je een hele mooie stem. En dat, ik heb wel whisky gedronken en ook wel gerookt, maar dat doe ik al heel lang niet meer. Het enige is dat ik denk dat in het algemeen je zou kunnen zeggen dat volgens mij water drinken wel een goed idee is. Ja, maar de boel houden. Precies. Ja. Dat is ook zo de open deur. Nee, ik denk, ik ben wat dat betreft ook wel redelijk gezegend met hele stevige stembanden. In die zin dat die ook niet zo snel van slag zijn. Het gebeurt wel eens dat ik verkouden ben, dat je het een beetje hoort, maar nee, niet zo heel gauw. Luister jij heel anders naar radio, naar tv, ook naar stemmen? En tuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, altijd. Dat is, ik heb ook af en toe wel eens medelijden met mijn vriend op de bank. Dat ik dan weer commentaar heb. Ja. Of heel erg bewonderend ben. Want er zijn natuurlijk heel veel stemmen ook die ik heel goed vind. En waar ik naar luister en denk, jeetje, wat doe je dat goed. Maar tuurlijk is dat is natuurlijk een verdwazing die iedereen die in het werk zit wel heeft. Natuurlijk luister je altijd met andere oren naar radio en televisie dan gemiddeld publiek. Ja, wat vind je nou echt wat is dan bijvoorbeeld zo'n stem die er echt bovenuit steekt? Bijvoorbeeld, zou je dat zo kunnen noemen? Of?
Misschien ook lastig zo. Ja, maar het is een beetje wat ik in het begin ook zei over radio. Het is qua stemmen ook een soort grote blender waar allerlei mensen in en stemmen die ik heel goed vond bij elkaar komt. En soms heb ik een beetje Eddie Keur nodig. En soms heb ik een beetje, weet je, Hans Goedkoop, die vroeger de presentator was van Andere Tijden. Was een fantastische voice-over, vind ik dat ook altijd. Of, als je het zo vraagt. Nee, zelfs een Philip Bloemendaal van vroeger, die doe ik niet per se na. Maar dat is wel een soort groot lichtend voorbeeld geweest. In die zin dat het Polygoonjournaal vroeger natuurlijk eigenlijk al een soort boulevard avant la lettre was. Ja. Met items over rolschaatsende kinderen, maar ook over een treinramp. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Ik hoor alles en soms dan hoor je de mensen dingen dat je denkt, oh wauw, wat leuk gevonden. Misschien kan ik dat nog eens een keer ergens lenen. Deden jullie dat niet bij rutewild.nl met zo'n bekertje op de microfoon? Ja, dat was onze uitvinding toen inderdaad. Toen kwam het weer even terug. Ik wilde nog iets vragen, maar dat is me even ontschoten. Nou, in ieder geval die combinatie radio en voice-overwerk wat je natuurlijk doet en wat goed gaat. Als je naar de toekomst kijkt, ik kan me voorstellen, zeker naar het verhaal van net, dat je nog wel even in die ochtend blijft zitten. Dat hoop ik wel. Maar staan er nog dingen op het lijstje? Zou je nog graag met iemand willen werken bijvoorbeeld? Of wat zijn er nog ambities? Laten we het daarop houden. Nee, kijk, ik ben nu super blij met wat we aan het doen zijn in de ochtend. Met Jan Willem is zo'n waanzinnig goede radiomaker en het team waar we mee samenwerken. Ik bedoel, je hebt Alfred hier net nog even gezien. Ja. En de mensen die de redactie en productie ons programma doen, dat is echt een optelsom. Het is een enorme open deur, maar het is wel waar. Een optelsom van al die mensen en al die talenten bij elkaar die maken waar we nu staan met z'n allen. En ik denk dat de radio nu. Ja, laten we er gewoon nog even mee doorgaan. Ja. Misschien dat ik mag hopen dat we zelf een keer een moment krijgen dat we denken van nu is het mooi geweest. Maar daar zijn we nu nog lang niet. Nee, nog lang niet. Nee. Lekker zo doorgaan. Ja. Oh ja, ik weet alweer wat ik wilde vragen. Het hele AI gebeuren, dat is natuurlijk hot topic op dit moment. Ook voor stemmen bijvoorbeeld. Ik vind het heel interessant. Omdat ik ook wel eens denk van, zou ik niet een soort AI-versie van mezelf moeten organiseren? Ja. Of zo? Voordat het je de markt uit... Dat iemand anders het doet bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat ik ook denk, dat ik ook nog wel de hoop heb, maar misschien is dat wel ijdele hoop, dat je toch een echte stem, een echt mens, nooit zult kunnen vervangen door een computer. Omdat er natuurlijk zoveel nuances in zitten. Omdat het... Ja, zou je dat kunnen doen? Nou, als je het hoort af en toe, vind ik het heel eng. Jawel, maar kan je een AI-stem zeggen van, leg hier ironie in? Ja, volgens mij is op dat den duur, nog, denk ik. Op den duur ik denk als je 10 jaar verder bent, dan hoor je het verschil niet meer. Dat is nu nog wel lastig. Maar, dat denk ik hoor. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel, een radioprogramma op die manier, dat gaat natuurlijk niet. Het gaat ook over menselijke interactie uiteindelijk. Tuurlijk, weet je, hebt gesprekken. Ik weet niet of je dat met een computer zou kunnen doen. Nee. Maar over 10 jaar, dan ben ik bijna 60. Dus dan... Zit je bij Radio 5. Dus ik ben Radio 5. Ja, die ben ik lager. Oh, heerlijk. Ja, leuk. Hey, als je radio in één woord zou moeten samenvatten... zou moeten omschrijven, wat zou dat zijn? Radio, kan je dat? Radio is mijn lust in mijn leven. Ja. Dat is altijd geweest waarvoor ik... That made me tick. Ja. Is altijd zo geweest. En dat zal altijd zo blijven. Omdat ik heel... Ik kan op sommige onderwerpen... Ik ben een veelvraat wat betreft nieuws en ik wil alles weten en lezen en horen, ook over geschiedenis en over mensen. En dan zijn er van die periodes dat ik in één onderwerp heel interessant vind, maar dat gaat dan ook altijd wel weer voorbij of zo. Maar radio is altijd gebleven. Dat heeft me tot op de dag van vandaag grijpt me dat en prikkelt dat. Ja. Nou, dat doet ons deugd in ieder geval. Ja, mooi. We zijn er eigenlijk zo goed als doorheen, of? Ja. Wat hebben we gemist? Oh. Ja, een belangrijke vraag. Hebben we iets gemist? Wil je nog iets delen? Het was een heel boekwerk, maar in de juiste volgorde. Wat hebben we gemist? Nou ja, nee, ik hoop heel eerlijk gezegd, maar dat is een soort iets wat mij heel erg bezighoudt, dat er jonge mensen zijn die nu
2021 zijn. En dat we op een of andere manier met z'n allen als radiomakers het voor elkaar kunnen krijgen om die jonge generatie nog weer te kunnen boeien voor het vak radio maken. Ik heb ook al eens gezegd van misschien moeten we het live podcasten noemen. Dat het dan sexier klinkt dan dat je radio aan het maken bent. Omdat ik zeker weet dat radio misschien nog wel meer dan televisie heel erg levensvatbaar zal blijven altijd. Omdat die verbinding tussen mensen, dus tussen afzender en publiek, dat zal altijd blijven. Je zal altijd een vooral het nu, het moment van nu. We zijn nu dit aan het zeggen en je hoort het nu als publiek. Ja. En als je daar iets van vindt of er gebeurt iets in de wereld waarvan we nu verslag doen, waar jij als luisteraar bij bent, omdat we dat naar je kunnen brengen, dat zal altijd blijven. En ik hoop echt dat we jonge mensen kunnen motiveren om dat te doen. En dat die hun eigen draai eraan kunnen geven. En zich niet laten weerhouden door social media. Mensen die van alles vinden. Maar dat je vanuit je eigen intrinsieke interesse en motivatie daar een eigen draai aan kunt geven. Dat hoop ik echt dat dat kan. En als je dit hoort en je denkt, oh ja, maar hoe ga ik dat doen? Zoek me gerust op via mijn socials. Want ik vind het te gek ook om je erbij te helpen. Nou, dat is een mooi aanbod. Ja. Dat is nog een mooi aanbod. Ja. Ja. De krantenkop hebben we ook nog. De krantenkop. Wellicht heb je er al over nagedacht. Wellicht niet. Oh, dat had ik natuurlijk gewoon kunnen doen. Oh, foei. Jouw loopbaan tot dusver als die in een krantenkop moet worden geformuleerd. Welke zou dat worden? Een rommelige carrière, maar wel gezellig. Ja. Nou, jullie, want als ik dit zo allemaal voorbij hoor komen, dan zit niet echt een steady lijn in. Maar het is allemaal zo gebeurd, dus het zal wel goed zijn. Dan hadden wij een vorige gast. En dat was Renze Klamer. Renze! Ja. Renze heeft een vraag aan je. Komt leuk aan. Heb ik een vraag aan Jeroen. Even kijken. Nou, ik zat even een beetje te spieken. En toen zag ik allemaal hele gezellige foto's. Ik had in de laatste uitzending iemand gast. Die heet Rauna Kadari. Die schreef een boek over vriendschap. En over waardevolle vriendschap. Dus mijn vraag aan Jeroen zou zijn. Wat is jouw meest, of eigenlijk wie, met wie heb je je meest waardevolle vriendschap? Misschien een beetje persoonlijk voor je podcast, maar why not? Wat een interessante vraag is dat, zeg. Zal ik even wachten, die boor? Dat is goed. Kan nooit lang duren. Dat is grappig, overigens. Want een van mijn beste vrienden heet Roland de Boor. Die ken ik ook al. Oh, dat is geestig. Nou, een van mijn meest waardevolle vriendschappen heb ik met Danny. En ik ken Danny al sinds dag 1 van Club Veronica, letterlijk. We hebben elkaar ontmoet op de eerste dag dat ik daar binnenkwam lopen. Hij werkte daar toen al een paar jaar en hij was toen heel erg liep daar ook rond die dag, weet ik nog, van ik ben hier de man, want ik werk hier al heel lang en jullie komen net kijken. Maar ik bleek al heel snel een hele goede klik te hebben en heel veel lol te kunnen hebben. En daar heb ik tot op de dag van vandaag zoveel plezier mee. En we hebben zoveel leuke en ingewikkelde tijden samen doorgemaakt. En die man heeft zoveel op een of andere manier wijsheden in huis die op allerlei cruciale momenten zo het verschil hebben gemaakt voor mij. En niet alleen op dat, maar ook gewoon in het plezier maken. Ik weet nog dat de moord op Pim Fortuyn net geweest was. En dat we bij hem thuis zaten. En dat ik echt helemaal in de war was van wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. En dat hij zei van, oh, het is eigenlijk best interessant dat je dat allemaal meemaakt. Wat boeiend op een goede manier natuurlijk. En dat ik dacht, oh ja, je kan natuurlijk ook zo naar kijken. Dat natuurlijk ook heel veel lessen in verscholen kunnen liggen in zo'n gebeurtenis. Nee, dat is heel waardevol. Ja. Dat is Danny Rook dan? Of is dat Danny Rook van Veronica? Ja, ja. Zeker. Ja. Leuk dat je daar die al zo lang kent. Zeker, en, ja. Wij kennen elkaar al meer dan 30 jaar. Ja, ja. Leuk. Ja. Laatste vraag, denk ik, hè? Stel jij hem? Ja, de laatste vraag. Maar misschien wel, ik weet niet of je de podcast ooit helemaal tot dit moment hebt uitgeluisterd. Volgens mij het wel. Het is vaak altijd een hele lange zit. Maar de belangrijkste vraag, eigenlijk misschien wel van het gesprek. Wit of rood? Wit of rode wijn, hè? Ja, zeker. Drink ik geen alcohol, maar de rode wijn zou ik dan meenemen voor. Ja, daar hebben we volgend seizoen wel een oplossing voor in ieder geval, maar nu. De wijn gaat eruit. Maar nu mag gaat in ieder geval de wijn eruit. Nog... Waarom? Ja. Dankjewel. Ah, dankjewel. Misschien ik wat nieuwe dingen doen. Oh ja, precies. Ja, alsjeblieft. Sleutelhanger of een thermomok. Misschien inderdaad ook voor mensen die geen alcohol drinken, dat ze in ieder geval ook nog wel
iets aan de weinig overigens. Maar. Heel erg bedankt. Ik waardeer het heel erg. Want hij komt zeker van pas. Mijn ouders komen vanavond. Ik weet, die houden zeker van een glas wijn. Kijk eens. Gaat hij meteen open. Nou, insgelijks super dank voor jou. Ja, dank jullie wel, jongens, voor de moeite. Want ik vind het altijd zo bijzonder dat er dan nog zoveel bewaard is gebleven. En dat jullie de moeite doen om dat allemaal op te diepen en daar een soort van verhaal van te maken. Ja, het is super, ja, heel mooi. Dank heel leuk. En dat kon natuurlijk niet zonder jouw mooie verhalen wat dat betreft. En de anekdotes die erbij passen. Dus veel dank. Ga zo door. Dat was hem, de laatste aflevering van het derde seizoen van jouw favoriete mediapodcast, The Broadcast. We gaan er heel even tussenuit. In de tussentijd kan je natuurlijk nog afleveringen beluisteren die je nog niet eerder hebt gehoord. We zijn te vinden op alle podcastaanbieders, dus dat komt helemaal goed. En wat we ook superleuk vinden is om iets van je te horen. Mag en kan altijd. Het kan via de socials. Zoek ons even op Broadcast. Volg ons ook gelijk even. Of breng even een keer een bezoekje aan onze website. Thebroadcast.nl. Daar vind je ook het mailadres mocht je ons willen mailen. Voor nu, dank voor het trouwe luisteren weer afgelopen seizoen. We zijn heel snel bij je terug met seizoen 4 van The Broadcast. Tot snel. Je luisterde naar The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.